regelbare drainage, panacee of doos van Pandora. Mijn naam is Remco Uilenhoed. Ik ben gevraagd om vandaag jullie dagvoorzitter te zijn. Tot voor kort werkte ik in Wageningen op de universiteit, maar sinds 1 november in Delft. En ik ben tegelijkertijd ook voorzitter van de Nederlandse Hydrologische Vereniging. En in die capaciteit zit ik hier vandaag. Ja, allemaal hartelijk welkom. Helaas online. Het is niet anders in deze tijden van corona. Maar dat zijn we inmiddels al gewend sinds bijna een jaar. Maar tegelijkertijd, als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik ook, en dat zien jullie ook op mijn achtergrond als het goed is, de nodige sneeuw en hoogwater. En met name vanwege dat eerste had het wellicht ook lastig geweest om vandaag fysiek aanwezig te zijn als we deze bijeenkomst fysiek hadden georganiseerd. Desalniettemin allemaal van harte welkom. Namens STOA, NHV en Lumbricus, we zijn heel erg blij dat jullie allemaal in grote getalen je hebben aangemeld voor dit symposium. We zitten ruim boven de 100 deelnemers op dit moment, ongeveer 150. En het zou kunnen zijn dat er in de loop van de ochtend nog wat meer kunnen komen binnen druppelen. Even een paar punten van orde. Zoals ik zojuist ook al vroeg in de chat. En er is een chatoptie waar jullie van gebruik kunnen maken. Graag allemaal even jullie geluid dempen via de mute-knop. Zodanig dat alleen de sprekers aan het woord zijn. Als je vragen hebt, dan kun je die stellen, zoals hier ook te zien is op het scherm, in de chat. En we delen ook graag mede dat de ochtendsessie wordt opgenomen voor, laten we zeggen, doelen die we later zullen bespreken. Mogelijk dat we dit symposium online beschikbaar zullen stellen vanuit STOA, NHV en of Lumbricus. Dan weten jullie daarvan. Dus als je liever niet gefilmd wordt, dan kun je je video nu uitzetten. We hebben een heel gevarieerd programma. We hebben ook een hele gevarieerde lijst aan deelnemers. Met uiteraard de nodige mensen vanuit de waterschappen. Ongeveer de helft tot driekwart. We hebben ook gemeenten vertegenwoordigd, provincies vandaag. Uiteraard de Rijksoverheid. De landbouw, de drinkwaterbedrijven, de advieswereld, het bedrijfsleven als het gaat om aanleggen van drainagesystemen. Ook wat collega's vanuit de natuurhoek. En we zijn ook heel blij om een aantal collega's vanuit Vlaanderen vandaag te mogen verwelkomen. Het thema van vandaag, zoals de naam van het programma ook al zei, is regelbare drainage. En zoals jullie allemaal weten is met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en subinfiltratiesystemen, heeft buisdrainage eigenlijk de afgelopen 10 jaar een hele nieuwe impuls gekregen. En daarvoor is een hele goede reden, want die systemen die kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van de verdroging op de hogere zandgronden. En ook de bodemdaling in het westen van het land. En vandaar dat STOA, NHV en Lumbricus dachten dat het een goed moment was na een eerder symposium, alweer een aantal jaar geleden, om de handen ineen te slaan en nu eigenlijk online te informeren over de stand van zaken met betrekking tot regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en subinfiltratie. We hebben voor jullie een gevarieerd programma samengesteld. Dat staat hier toegelicht. Met in de ochtend na deze korte introductie allereerst een aantal korte bijdragen van collega's vanuit diverse sectoren. En daarbij willen we vooral graag de praktijkvragen helder proberen te krijgen. Vervolgens zijn er een tweetal introducties die iedereen op dezelfde golflengte brengen als het gaat om regelbare drainage en subinfiltratie, de technische achtergronden ervan.
Maar ook een aantal voorbeelden van actuele toepassingen. Vervolgens zullen we rond 11:15 een aantal posterpresentaties kort bij jullie introduceren. Waarna er een welverdiende koffiepauze is. En voor de koffie moet u, zoals u zult begrijpen, vandaag zelf gaan zorgen. En daarna gaan we de tweede helft van de ochtend verder met opnieuw een inhoudelijke presentatie. En aan het einde van de ochtend zal ik proberen om eigenlijk terug te keren bij de vragenstellers uit het eerste deel van het programma. En te kijken of op basis van de presentaties die we tot dan toe gezien hebben, een aantal van die praktijkvragen ook voldoende beantwoord zijn. En naar aanleiding daarvan kunnen we nog een korte discussie hebben. Nou, vervolgens is er een middagprogramma, dat hoeven we nu niet te laten zien. Dat zal ik straks presenteren met tussen de middag ook de mogelijkheid om een aantal posters te gaan bekijken via breakout rooms. En er is een middagprogramma met drie parallele sessies waar iedereen zich ook voor heeft kunnen aanmelden. Maar ik kan u vast zeggen dat het je vrij staat straks om een sessie naar keuze bij te wonen. Goed, na deze korte introductie wilde ik langzaam maar zeker overgaan tot de eerste bijdrage aan dit programma. En zoals ik zojuist aangaf, beginnen we met een drietal korte bijdragen vanuit de praktijk. Om helder te krijgen van, hey, waar zitten nu precies de kennisvragen, de kennisleemtes als het gaat om het waterbeheer. Vanuit de landbouw, vanuit de natuur, dus vanuit verschillende invalshoeken. En we beginnen vandaag met een bijdrage van Har Frenken, die lid is van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg, waar die de portefeuille areaalbeheer en omgevingswet op zich neemt. Kernwoorden zijn verder data en monitoring. En als ik op internet struin op zoek naar informatie over Har, dan zie ik ook dat hij in talrijke commissies zit. Dat voert wat te ver om dat hier allemaal te noemen. Dus ik wilde graag Har het woord geven. Har, ga je gang. Ja, dankjewel voorzitter. Ik zie u nou in beeld met een prachtige achtergrond van Wageningen, volgens mij. Ja? Dat is volledig correct. Ja. Hoogwater en sneeuw, dat doet onze hydrologische hart sneller kloppen. Dankjewel, Har. Ja, ik ken het denkje. Mooi dat ik een bijdrage mag leveren aan dit symposium. We hebben natuurlijk in Limburg al wat ervaring met pijlgestuurde drainage. Het hebben van drainage en het verplicht ombouwen ligt eigenlijk een bestuurlijke afspraak aan vooraf. In 2008 is er in Limburg een standstillbeleid voor berekening ingevoerd. En dat betekende dat de alle toegestaande berekening op dat moment gelegaliseerd werd. En als tegenprestatie diende de landbouw buisdrainage om te bouwen en nieuwe drainage die werd aangelegd, was verplicht om die pijlgestuurd aan te leggen. Nou, daar kreeg men 10 jaar de tijd voor. Er is nog een subsidieregeling vanuit het Delta-programma Hoge Zandgronden overheen gegaan. En we kunnen nou zeggen dat eigenlijk toch een kleine 15.000 hectare in Limburg omgebouwd is van de traditionele drainage naar pijlgestuurde drainage. Wij zijn er in ieder geval enthousiast over. Ik heb een filmpje heb ik naar jullie toegestuurd. Misschien dat we dat kunnen, dat iemand dat op het scherm kan toveren, want dat kon ik dus zelf niet. Zien we daar iets van? Oké, nou. Ik dacht, wat moet je nou presenteren? Maar ik dacht, ik ga zelf even het veld in januari. En om te kijken, hoe ligt het systeem er nou bij? Ik zie nog altijd niks. Oh. Ik denk dat je het filmpje kunt starten, Jeroen. Oh, oké. Dus ik denk, ik ga eens even kijken, hoe werkt dat nou in de praktijk? En deze foto is dus genomen op 23 januari. Het heeft al wat geregend en je ziet dat het systeem al half vol staat. Nou, de week daarna kregen we helemaal meer slag en je ziet nou dat de drainage dus helemaal vol staat. En dus het gaat wel heel erg snel. Dus het waterpeil
zeg maar de opbolling van het grondwater en het hangwater in de akker stond dus 50 centimeter hoger als de beek. Jullie hebben wel heel snel moeten kijken. Wat wilde ik even met die foto aangeven? Dat je dat onze insteek in ieder geval is, onze beeld, dat je dit soort momenten waar traditionele drainage aan het afvoeren is, dat je met pijlgestuurde drainage echt dat moment moet pakken van dat er heel veel hangwater in die percelen is en dan voeg je dus ook water toe aan de bouwvoer en ook nog veel belangrijker is aan het grondwater. Nou, wat is nou mijn dilemma in dit hele proces? Want we moesten dat ook aangeven. We zijn nou gewend dat we die drainage hebben aangelegd vooral voor wateroverlast, om water kwijt te worden. En mijn grootste dilemma of mijn grootste drang is eigenlijk, hoe kreeg ik nou die grote mammoetanker van al die bedrijven die drainage hebben, om in beweging, om in plaats van af te voeren, bij mij is het geluid van Har weggevallen. Ja, bij mij ook. Har, jij bent niet meer te horen. Wanneer laat het geluid is weg? Okay. Har, ben je... We horen je weer. Ik hoor jullie wel. Ja, nu horen we je ook. Ga verder. Dus even de plek in de horizon is eigenlijk, en zeker in die droge jaren, hoe kan ik nou die grote mammoetanker van al die bedrijven die gewend zijn om de afgelopen decennia water af te voeren, zeg maar verleiden om met drainage iedere keer de grens op te zoeken van ik laat nooit meer water vastlopen, weglopen als absoluut noodzakelijk is. En dat is daar heb je beleid voor nodig, daar moet je heel veel voor praten, daar moet je heel veel keukentafels langs. Maar dat is echt dus iets waar ik me voor wil inzetten, omdat ik dat als een hele grote opgave zie. We kunnen laten zien wat mogelijk is, alleen we staan nog allemaal in de foute stand. Dankjewel, Hart. Dat was jouw bijdrage, neem ik aan. Ja. Een hele duidelijke stelling die we straks ook gaan toetsen aan de bijdragen die later in het programma komen, vanuit het perspectief van... een waterbeheerder op de hoge zandgronden, denk ik. Dan is het tijd om over te gaan naar de volgende bijdrage, het volgende perspectief. En dat wordt gegeven door Twan Giele, die projectleider en beleidsadviseur is bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, op het gebied van water uiteraard. Met een achtergrond in de aardwetenschap uit Utrecht en een promotie in Delft. En ook nog een behoorlijke ervaring bij Shell voordat hij bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond terecht kwam. Twan, aan jou het woord. Goedemorgen, meneer de voorzitter. Ik ben kijken of ik mijn scherm kan delen. Als het goed is, lukt dat? Even naar de goede... Zien jullie in presentatie inmiddels of alleen het werkscherm? We zien alleen het werkscherm, dus je zou hem nog even op fullscreen kunnen zetten. Ja, dit is goed. Ja, dan heb ik hem. Goed, mooi. Goedemorgen allemaal. Zoals Remco al zei, mijn naam is Twan Giele. Mij is gevraagd om iets te vertellen over de overwegingen en vragen uit de praktijk. Ik kan me heel mooi aansluiten op Hars verhaal. Ja, ik kan gelijk met het tweede punt beginnen. Zoals Sarah al zei, in Limburg is pijlgestuurde drainage verplicht sinds 2008. Dat is begonnen rond de Mariapeel. En daar zijn de ervaringen van de landbouwers heel erg positief om daar grondwaterstand te verhogen. Maar dit toch even het eerste beetje ook noemen. Wat bijzonder is voor de agrarische sector. Ik spreek hier namens de LLTB, het Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Maar onze companen aan de Brabantse zijde hebben hier ook mee te maken met drainage, regelbare drainage. Het beleid verschilt. Dit is even een voorzetje op wat er vanmiddag besproken wordt. Ik denk een paar thema's die in de werksessies tevoorschijn komen. In Limburg is het verplicht, in Brabant is het mogelijk en op locaties zelfs niet toegestaan. Dat is natuurlijk een bijzondere situatie waar we in zitten, vooral ook omdat agrariërs tussen de twee provincies
hun areaal percelen af en toe hebben. Ja, waar het voor ons om gaat in drainage of regelbare drainage, belangrijk voor landbouw is, en dat we willen graag bijdragen aan waterconservering. En hoe beter we dat wel kunnen regelen, en dat kan zelfs tot perceel of compartementsniveau, ja, des te beter we daarin kunnen bijdragen. We hoeven nou niet meer het laagste punt in een perceel te kiezen om daarop te draineren. We kunnen met die pijlgestuurdrainage daar, zoals haar in het filmpje ook al liet zien, een kop opzetten en zo meer water in de grond krijgen. En dat is niet alleen voor de landbouw van belang, maar ook de uitstraling naar buiten, ook andere partijen. Natuur kan er ook van profiteren. Wat wel een kanttekening daarbij is, als we een hoger pijl aanhouden, dan is er een kleinere buffer voor neerslag. Ja, het is allemaal te lezen. Het watersysteem moet natuurlijk wel op orde zijn om dit allemaal goed te kunnen verwerken. Dus we noemen de agrariërs nemen meer risico. Nemen meer risico van wateroverlast. Maar ja, de winst van waterconservering is op dit moment, zo zie ik hem nog steeds groter. Maar we moeten het wel in de gaten blijven houden. Ja, zoals ook al gezegd is, we zijn begonnen met drainage. Dat is nu omgezet naar regelbare drainage. Dat is een goede omzet. Maar we kunnen meer doen dan afvoeren. Hè. Water aanvoeren is ook mogelijk. Het is begonnen, ook rond de Mariapeel, als inlaat van oppervlaktewater. Als gewoon een boer die zegt, hey, ik heb hier oppervlaktewater beschikbaar. Ik kan het in de beek laten zitten, dat het heel snel naar de Maas stroomt. Of ik kan het mijn perceel in laten stromen. Dat scheelt mij misschien 1 of 2 berekeningsbeurten. Nou, gewoon slim gedacht. En dat is een hele goede manier om water van het snelle systeem, de beken, naar het langzame systeem, hè, via de bodem te laten lopen. Nou, dat, daar zijn we gewoon heel, heel enthousiast over en positieve ervaringen mee. En daarmee willen we nu een stap verder gaan. En dat zijn ook de ontwikkelingen die nu weer aan het licht komen. De sub-irrigatie of sub-infiltratie, waar we zo meteen meer van gaan horen. Nou, vragen uit de praktijk die gesteld werden. Ja, verzinnen maar een paar. Ik ben zelf benieuwd hoeveel water we kunnen bergen. Zijn er vuistregels om te kunnen bepalen van hoeveel we nu daadwerkelijk bijdragen, hè, aan actief grondwater? Een andere vraag. Kunnen we een inschatting geven van de risico's van onvoldoende waterkwaliteit en hoe daarmee om te gaan? Nou ja, ook de waterkwantiteit kan hiermee meegenomen worden trouwens. Voor- en nadelen. Hè. Ik heb het nu net gehad over het voorbeeld van oppervlaktewater. Maar er komt denk ik straks ook een voorbeeld tevoorschijn waar grondwater gebruikt wordt als bron voor subirrigatie. En dat is ook natuurlijk voor de praktijk echt van belang. Ja, wat is de levensduur? Hè? De drainagesystemen die ze worden, traditionele buisdrainage heeft een bepaalde levensduur. Dat weten we de boeren. Dan doen ze hun investeringen op. Gaan we dat op een andere manier gebruiken? Dus ook als water inlaat. Ja, wat betekent dat voor de levensduur? Dat zijn toch een paar dingen die spelen. En zo zijn er nog wel meer vragen te noemen, maar ik heb maar 5 minuten. En die lijst moet kort blijven. Nou, titel van dit symposium, Panacee of de doos van Pandora. Ik denk toch even een kleine overweging eroverheen. Wat mij betreft is de regelbare drainage nog geen volledig panacee, omdat we nog een stap verder kunnen. We kunnen ook actief water gaan inlaten, water invoeren. Maar het is voor mij geen doos van Pandora. En zoals ik zei, het helpt water vast te houden en door het water in het langzame systeem te krijgen. En ja, wateraanvoer is mogelijk. Kleine voetnoot, mocht de conclusie, de hoofdgedachte van het symposium op het eind van de dag zijn dat er toch een doos van Pandora is. Nou ja, ik heb ook nog enigszins een klassieke opleiding gehad. Onder in de doos van Pandora, waar alle rampen die eruit zaten, is toch de hoop als laatste overgebleven. En ik wil in deze context toch uitspreken dat dan de hoop is op de gezamenlijke goede aanpak van waterconservering. En dat is in een nutshell de bijdrage die ik zou willen leveren. Dankjewel Twan voor deze geïnspireerde bijdrage met ook nog een kleine verwijzing naar de Griekse oudheid die mij persoonlijk ook deugd doet. En waarover we overigens in de voorbereiding ook al wat interessante gesprekken hadden. Dus daar komen we misschien later nog op terug. Je hebt een aantal hele duidelijke vragen naar voren gebracht. Die we hopelijk straks in de discussie naar aanleiding van de langere presentaties ook zullen kunnen bespreken.
Goed, dan gaan we over naar een derde korte bijdrage. En dat is de bijdrage van Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten. Actief betrokken bij advisering rond waterbeheer en hydrologie in natuurgebieden. Ook lid van diverse beleidstafels rondom droogte, water en klimaat. En ook zeer actief betrokken bij het Veenweidegebied. Dus een iets meer laag Nederlands perspectief. Dus na een waterbeheersperspectief en een landbouwperspectief, nu van Wiebe een meer natuurperspectief. Wiebe, the floor is yours. Ja, dankjewel. Ook hartelijk dank dat ik een pitch mag geven op dit symposium. Jullie zien mijn presentatie in beeld? Oké, ik zie een duimpje. Nou, ik heb een plaatje gekozen van een heel mooi ongedraineerd landschap. Zoals je ziet, lekker nat. Zo zien we dat natuurlijk op veel plekken graag in de natuur. Ik heb ook even de titel gegeven, regelbare drainage rond natuurgebieden. Want in natuurgebieden werken we eigenlijk niet met regelbare drainage. Het komt hier en daar wel voor in een hele beperkte zin, maar in principe niet. Maar onze buren doen het natuurlijk wel, dus we hebben er wel mee te maken. En daar zal ik iets over zeggen. Ten eerste, ik denk, een van de conclusies is, denk ik, en dat is hiervoor ook al genoemd, is dat regelbare drainage kan gewoon zorgen voor hogere grondwaterstanden. Dat is ook de insteek van regelbare drainage. En vanuit natuurperspectief, als dat dan uitstraalt richting natuur, dan denk ik dat het ook goed werkt, mits je dat goed gebruikt. Dus je moet een heel goed beheerprotocol hebben van wanneer zet je de standen hoog, wanneer zet je ze laag, hoe ga je ermee om. En er is ook al gebleken uit onderzoek dat je dat eigenlijk moet combineren met peilverhoging. Dus als jij in een gebied wel werkt met regelbare drainage, maar je verhoogt niet de slootpeilen, ja, dan is het effect op de antiverdroging is heel erg beperkt. Want dan heb je alsnog gewoon ten opzichte van natuurgebieden nog lage afvoerniveaus. Er zijn ook wel een aantal negatieve punten te noemen vanuit het natuurperspectief. En dat is dat er op voorheen ongedraineerde percelen nu gedraineerd wordt met regelbare drainage. En het blijkt toch wel dat niet draineren voor de natuurgebieden altijd beter is dan wel draineren. En daar kan regelbare drainage natuurlijk wel de scherpe kantjes afhalen, maar het blijkt wel zo dat je dan draineert. Wat we ook zien is dat regelbare drainage vaak verdiept wordt aangelegd en met een veel kortere afstand tussen de drains, dus veel verdichter wordt aangelegd. Nou, als het goed gebruikt wordt, is het geen probleem, maar het heeft wel duidelijk een risico in zich dat het de verdroging in de hand werkt. Als je dat verdiepte niveau ook daadwerkelijk gaat gebruiken, ja, dan laat je heel veel water weglopen wat je later niet meer goed terug kunt krijgen. Nou, eigenlijk, natuur is eigenlijk gewoon veel meer gebaat, hè, als je het hebt over antiverdrogingsmaatregelen, is veel meer gebaat bij hoge slootpijlen, minder afvoer. Verontdiepen van sloten en greppels, et cetera. Dan praten we helemaal niet meer over drainage, maar dan praten we over een heel ander soort maatregelen. Iets over dan veengebieden, want Remco gaf het net al aan. Daar zit ik zelf iets meer in. En ik zie ook wel dat er ook op de hoge zandgronden steeds meer gekeken gaat worden naar actievere vormen van infiltratie, subinfiltratie wordt genoemd. En in veengebieden is dat eigenlijk al wat langer in gebruik ook. Hier zie je ook een plaatje van zo'n druk drainagesysteem. Nou, dat is op zich een mooie techniek om die grondwaterstanden heel strak af te regelen. Je kunt daar zelf niveaus in kiezen. In de melkveehouderij wordt dan vaak bijvoorbeeld 30 centimeter onder maaiveld gekozen. En dan wordt het strak op beheerst. Het wordt gedraineerd als het eronder zakt. Het wordt erin geperst in het perceel als het eronder zakt. En het wordt gedraineerd als het erboven komt. Dus je kunt het strak afregelen. En vanuit natuurperspectief is dat in theorie ook wel bruikbaar voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer. Waar je een deel van het jaar heel nat wilt hebben, maar een deel van het jaar ook ietsjes droger om te kunnen maaien. Nou, toch zie ik daar grote nadelen voor de natuur aan. En dat is namelijk vooral dat dit systeem een grote druk gaat leggen op het watersysteem. Het maakt gebruik van het oppervlaktewatersysteem. En op het moment dat jij in een polder dit op grote schaal doet, dan krijg je gewoon dat er een grote watervraag ontstaat in droogtijden. Je moet dat al het water erin persen, dat water moet je dan hebben. En in tijden in hele natte tijden leeft een extra groot wateraanbod op. Dus er gaat veel meer water heen en weer gesleept worden tussen de boezemsystemen en de polders.
Nou, dat is denk ik wel een aspect dat je in de oogschouw zou moeten nemen als je ook voor de hoge zandgronden gaat kijken naar dit soort systemen. Van waar liggen die bronnen en levert dit nou niet juist een veel zwaardere belasting van je watersysteem op? Nou, dat brengt mij een beetje tot een soort overall beeld wat ik hier vorm. Regelbare drainage is een lokale technische oplossing, wat in principe ook wel een soort intensivering van je waterbeheer is. Nou, dat kan de natuur helpen als je het heel goed toepast, als je het ondiep houdt en als je het combineert met peilverhoging. Praktijk wijst uit dat dat vaak anders werkt, dus daar zijn we erg kritisch over. En het is wat mij betreft dus ook eigenlijk geen adequaat antwoord op klimaatverandering. Want klimaatverandering roept niet om een zware belasting van je oppervlaktewatersysteem. Het roept veel meer om een soort natuurlijke oplossingen. Van beweeg nou mee, zorg dat je het water wat je hebt in de winter, dat je dat ook echt vasthoudt. En niet aan het eind van het voorjaar weer laat weglopen via drainagesystemen. En wat ons betreft zijn het dus in principe, als je het helemaal vanuit de natuur bekijkt, ik zeg niks over landbouw hoor, ik kijk vanuit de natuur, zeg maar, er zijn een hele andere soort maatregelen nodig. We hebben extensieve gebruik in plaats van intensieve gebruik in die randzones, in die overgangszones. Een transitie naar andere vormen van landbouw. Dus dat is de kritische noot die ik graag vanuit de natuur wil kraken hierover. En ik wil me natuurlijk graag laten overtuigen van allerlei andere voordelen in dit symposium. Mijn voorganger die was ook al iets positiever volgens mij. En nou ja, dat vind ik wel interessant om te horen. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Dankjewel Wiebe voor jouw zeker prikkelende bijdrage. En ik denk dat we een boeiende discussie tegemoet gaan straks. Maar ik denk wat alle drie de bijdragen wel schetsen is dat we als land traditioneel natuurlijk ingericht zijn om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. En waterconservering, zeker ook voor droge tijden, droge momenten, begint ook een steeds belangrijker onderwerp te worden. En we zien dat vanuit verschillende perspectieven belicht worden ook in deze bijdrage. Dank jullie wel daarvoor. We hebben inmiddels denk ik als deelnemers aan dit symposium, en ik tel er inmiddels 164... hebben we denk ik een beeld van de vragen die leven bij de praktijk vanuit het perspectief van het waterbeheer, vanuit het perspectief van de landbouw, vanuit het perspectief van de natuur. Ik denk dat het belangrijk is, en dat hebben ook de organisatoren gemeend, om iedereen eigenlijk eens even op dezelfde golflengte te krijgen als het gaat om de mogelijkheden en onmogelijkheden van regelbare drainage en subinfiltratie. En dat betekent dat ik het woord ga geven aan mijn voormalige Wageningse collega Lodewijk Stuit. Lodewijk die als hydroloog en consultant al decennia lang heeft gewerkt aan drainagesystemen in binnen- en buitenland. Met de nadruk op het signaleren en oplossen van operationele problemen en het stimuleren van innovaties. Nou, daarvan is regelbare drainage een heel mooi voorbeeld. En hij heeft destijds, inmiddels bijna 30 jaar geleden, ook een mooi proefschrift geschreven over drainage. Lodewijk is inmiddels met pensioen, maar vanuit het Wageningse perspectief dan. Maar heeft wel inmiddels een eigen adviesbureau opgericht, Force. En Lodewijk, ik denk dat jij vanuit die hoedanigheid vandaag jouw bijdrage levert. Ik geef je graag het woord. Ja, Remco, dankjewel. Dat ga ik graag doen. En bedankt voor de mogelijkheid die ik heb om toch nog eens iets als pensionado in te brengen in dit mooie symposium. Ik ga even kijken of ik mijn presentatie zichtbaar kan krijgen. Even kijken, is die zo te zien of niet? Ja, hij is te zien. Even kijken, ja. Helemaal goed. Helemaal goed, goed. Ga ik beginnen. Ik wil graag, ik heb ongeveer mezelf 25 minuten gegeven, iets vertellen over de regelbare drainage en de subirrigatie. En de titel die mij dan is verteld van, het gaat om de stand van de wetenschap. Maar het gaat ook om de praktijk en daar wil ik even mee beginnen. Ik wil jullie even voorstellen aan twee goede vrienden van mij. Links Reina Klikmoff en rechts Sjaki Sleuf. Dat zijn twee bekende namen in de drainagewereld. Echt twee echte highlights wat mij betreft. Ze hebben op het drainagegebied veel moois meegemaakt, maar ze hebben ook wel tegenslagen gehad hoor.
Want Reinhard heeft zich jarenlang verzet tegen het Como-keuren van het Kiwa. En die riep dan van, ben ik soms niet goed genoeg? Moet ik gekeurd worden? En Sjaak raakte overstuur na de introductie van sleufloze drainage. Hij heeft er echt weken slecht van geslapen. Maar uiteindelijk moesten ze toch erkennen dat het echte verbeteringen waren. En nu zijn ze er zelfs heel blij mee. Ze hebben er ook veel van geleerd, namelijk we moeten meer openstaan voor elkaars ideeën en plannen. En daar hebben we al het nodige van gehoord zojuist. Want als we dat doen, dan profiteren we er allemaal van. Dan worden we een echte community of practice. En ze waren dus blij verrast toen ik ze vertelde over dit drainagesymposium vanmorgen. Want dat vinden ze ook een mooie kans om alle kennis en informatie te delen. En ze zeiden van dit symposium wordt dus eigenlijk een online community of practice. En daar hoop ik dan ook op met hun dat we daar samen veel van kunnen profiteren. Nou, ik ga eerst iets vertellen over de feitelijke ontwikkelingen. Zonder dat ik zeg wat ik daar al dan niet van zou vinden. En dan vervolgens, waar lopen we tegenaan? En dan de do's en de don'ts. Wat zijn nou mijn observaties? Nou, waar stonden we nou een jaar of 5 geleden? Of iets langer geleden, 2013. Toen heb ik STOA-rapport 18 uitgebracht. Daar staat heel veel drainagekennis en ervaring in gebundeld vanaf 1950. Niet alleen in Nederland, maar ook vele buitenlanden. 500 pagina's. Leesplezier, kun je zeggen. De titel liet al zien dat wij toen al vonden dat drainage toekomstbestendig zou moeten zijn. En wat is de situatie nu? Als ik aan de rechterkant kijk, anno 2021, we hebben nou 3 droge zomers achter de rug. Er worden visies gedeeld over hoe we nou verder de toekomst in moeten. En hiertoe wordt natuurlijk een nieuwe kennis ontwikkeld. In vele projecten en pilots, ook met betrekking tot drainage en superirrigatiesystemen. Dat gebeurt volop en G en Erik gaan u straks daarover bijpraten. Nou, iets meer over die feitelijke ontwikkelingen. Ik maak daarbij even een onderscheid tussen Laag-Nederland en Hoog-Nederland. Laten we eerst kijken in Hoog-Nederland. En ja, ere wie ere toekomt. Ad van Eersel is toch de man die uiteindelijk het systeem in Nederland heeft gebracht. En dat was een goede zet, vind ik, en steeds meer. Ook vanwege de, laat ik het maar even noemen, variabele waterbeschikbaarheid. En je ziet het ook gebeuren, ook op deze foto. Die boeren zijn betrokken, ze experimenteren met de mate van drooglegging. Ze experimenteren met het pijpje van Eersel. En ze merken dat ze het water op hun percelen zelf kunnen beïnvloeden en dat ze ook water kunnen infiltreren via superirrigatie. Niet alleen overigens de waterkwaliteit, kwantiteit, maar ook de kwaliteit, het beheer van de nutriënten. Ik heb genoeg Amerikaanse boeren gezien die in hun putten keken en die zeiden, daar gaan mijn dollars, want daar gaan mijn nutrients. En die gaan dan ook nog naar plekken waar we ze niet willen hebben. Maar samenvattend over regelbaar drainage kun je toch echt zeggen, het zijn, je kunt echt tailor-made subirrigeren en draineren. En als ik Wiebe goed begreep zojuist, we moeten ook tailor-made gaan beheren. Want anders dan komt het toch niet helemaal goed. Ja, en wat we dus zien, en dat is ook iets van de laatste 5-6 jaar, dat is subirrigatie onder vrij verval, dat die systemen dus voor subirrigatie worden gebruikt. Waarbij, en dat is een claim, maar heb ik toch ook wel zelf ervaren, dat de systemen ook kunnen zorgen voor herverdeling van ondiep grondwater. We kunnen wel eens als je over zo'n systeem als daar een enorme onweersbui trekt, en dan heb je kort tijd plassen, dan ga je kijken bij de outlets, dan is daar niks te zien, maar je ziet wel die plassen verdwijnen. En als ik dan met camera's in die buizen keek, dan zag ik dus water ergens een buis instromen en 20 meter verderop weer verdwijnen. En dat je dat in nabijgelegen buizen ook dezelfde verschijnselen zag. En ik ken ook een draineur die in het westen van het land, waar een boer zat bijvoorbeeld, die had een zoute kwel op de ene kant van zijn bedrijf en wat zoete kwel nog elders. Dat hij de systemen zo ontwierp dat hij die zoete kwel in de richting van de zoute kwel kon loodsen, dat hij die wat kon onderdrukken. Nou, die systemen, dat geeft dus ook veel mogelijkheden om te ontwerpen. Ze zijn er ook steeds meer met een pomp. Ik hoorde vorige week nog dat er wat in het noorden van het land, dat met een pomp men erin is geslaagd om 3-4 mm per dag in de systemen te brengen. Maar blijft dat ook zo, denk ik? Dat is een heel goed resultaat natuurlijk, maar blijft dat ook zo? En hebben we dat water wel? Hè? Daar wordt ook wel op gewezen.
Want hoe is het met de levensduur? Nou, er zijn innovatieve pilots genoeg. Het pijpje van Van Iersel is vervangen door klimaatadaptieve systemen. Daar zal G ook nog wat over vertellen. Wij zijn er overigens niet uniek in, hè, want als je naar AgriDrain gaat, dat is een club in Amerika, die heeft ook dit soort systemen al vrij lang in gebruik. Dat is erg interessant. Ga ik even naar Laag Nederland en dan gaan we even kijken hoe ging dat daar nou. Want dat werd er straks ook al gezegd, een jaar of 6, 7, 8, wordt daar nu in de veenweidegebieden worden er ook drains geïnstalleerd. Dat gebeurde in het begin loodrecht op die hele langgestrekte percelen. Dan gingen die buizen, liepen van sloot naar sloot en die waren iets van 50 meter lang. En midden tussen de twee sloten zag je ze bijna door het gras heen komen, omdat die percelen al daar waren weggezakt. En die boeren die konden dan die systemen zelf met van deze zogenaamde knietjes, konden ze die aan of uitzetten. Het was wel een mooi ademend systeem, vond ik. Dus ik vind het eigenlijk wel jammer dat dit niet, ja, het is vervangen door andere zaken. Project Blauwzaam, dat is een ook vrij nieuwe project, een stichting die ook innovatieve pilots trekt. Daarbij is ook drukdrainage wordt daar geïntroduceerd. Dan moet me wel even van het hart dat het woord drukdrainage, daar heb ik toch, maar dat zal mijn leeftijd wel zijn, daar heb ik wat problemen mee. Want drainage is toch het water wat in een buis verdwijnt. Maar goed, het is ingeburgerd, dus het zal worden gebruikt. En dan hebben we natuurlijk die systemen, dus de gepompte systemen, zoals je links ook kunt zien op Zegveld, die zijn ook, er worden al nodige pilots aan gedaan. Rechts kun je zien dat er ook qua geometrie, hoe zien die systemen er nou uit? Nou, die korte draintjes van sloot naar sloot die zijn verdwenen. En we werken steeds meer met dit soort PVC-putten, waar de collectorbuis de put voedt. En dan de bedoeling is dat het water via die oranje eindbuizen uiteindelijk in de systemen terechtkomt. Nou, samengevat een beetje statistiek over die veenweide, februari, dus eigenlijk nu. Hoeveel is er nou eigenlijk aangelegd? Nou, het was met gewone drainage vroeger ook al zo. Er is dat eigenlijk niet veel over bekend. Het wordt niet goed bijgehouden. De waterbeheerders realiseren natuurlijk hun eigen pilots. Erik Jans heeft mij verteld van, nou, hij schat dat er ongeveer 500 à 1000 hectare waterinlaatsystemen zijn onder vrij verval. Met andere woorden, buizen die gewoon onder de waterspiegel liggen. En de bedoeling is dat het water dus afhankelijk van het slootpeil de systemen instroomt. En dat er ongeveer 75 hectare nu, laat ik het woord maar gebruiken, drukke drainage is, putten met pompinstallatie, waarvan 65% op Zegveld. Maar de daadwerkelijke subirrigatiesnelheid, hoe goed gaat dat nou? Via die waterinlaat onder vrij vervalsystemen, die is nog niet bekend. Nou, dan heb ik ook in 2012 was het alweer gezegd van, nou zouden we nou niet, ik heb in Engeland gewoond en ook gewerkt en zo, en dacht ik van, zou je nou niet eens ook eens wat moldrains kunnen trekken in bepaalde profielen? Dat heb ik toen de aquamol genoemd. Dat was een aardig idee, is toen niet gebeurd, maar ik noem het even omdat dat toch ook weer nu de kop opsteekt, kennelijk. En waarom ook niet? Kunnen we proberen. Nou, waar lopen we tegenaan? Laten we even kijken in Hoog en Laag Nederland. Nou, dan geldt wat mij betreft, bezint eer gij begint. Er wordt heel goed overlegd vaak. Hier, zoals bijvoorbeeld bij deze boer, daarachter kijken we neer op zijn stal. Zijn we bezig om te kijken hoe we het systeem gaan maken. Ja, en dan is het voorbij. En u ziet al hier, de draineermachine die staat al op de oplegger en we gaan er vandoor. Maar dan betekent wel dat er nazorg nodig is. Want wie instrueert en coacht vervolgens de gebruiker? Want dit soort systemen zijn behoorlijk ingewikkelder dan de ouderwetse drainage. We hebben gehoord van een aantal van Twan en ook weer van Diebe van ja, je moet het wel goed beheren. En dat moet je dus ook, mensen, die moet dat ook worden geleerd. Kijk, een boer bijvoorbeeld, een melkveehouder heeft een melkrobot, daar krijgt hij dus uitgebreide instructie bij. Hij heeft een trekker, hij weet hoe hij die moet gebruiken als het niet goed gaat. Maar drainage, ja, het is meestal toch zo van, nou, ik laat je zien hoe het werkt en voor de rest moet het gewoon doen. In Amerika zijn daar wel allerlei operation en maintenance handleidingen voor. Verder hoor ik uit de praktijk dat mensen ook zeggen, we hebben ontzettend goede draineurs in Nederland en die werken ook met GPS-systemen. Dus als zij gedraineerd hebben,
Dan is via GPS natuurlijk de layout bekend. Lever nou alsjeblieft een kaartje bij oplevering, dat we goed kunnen zien wat we nou eigenlijk geleverd hebben gekregen. Dat vind ik ook al een goed idee. Maar goed, wie doet die nazorg? Wie is verantwoordelijk? Zijn dat subsidiënten, provincie, gemeente, waterbeheerder, de draineur, de eigenaar? Misschien iets om nog eens goed over na te denken samen. Ja, en dan heb je het, als je het hebt over waar ik nou vroeger mee bezig was. Remco, jij noemde het al. Mijn promotor destijds, Wiebe van der Molen, die had het altijd over de screen hydrologist en de field hydrologist. Die zijn allebei belangrijk. Kijk, ik heb veel minder proefschrift veel zitten rekenen ook. Vooral aan allerlei intreeweerstanden, et cetera. Maar het gaat ook om modellen. Want modellen worden natuurlijk veel gebruikt om effecten van geïnstalleerde systemen te evalueren. Maar ik hoor ook wel geluiden van mensen die bij de installatie betrokken zijn van waarom zouden we de modellen ook niet vaker gebruiken voor het ontwerp? Nou, er is wat voor te zeggen wellicht. Ik doe dat zelf niet, maar je weet maar nooit. Het zou misschien een goed idee zijn. Maar als je dat doet, dan moet je natuurlijk wel de goede parameterwaarden gebruiken. Want bijvoorbeeld, ik weet dan weer iets van die infiltratie- en drainageweerstand. En nou heb ik 25 dag per meter al een keer zien voorbij komen. Dat lijkt me toch betrekkelijk laag. Lijkt me eigenlijk een illusie. Ik vrees dat het wat hoger is. Maar goed, ik laat me graag overtuigen. Maar wie stelt moet bewijzen. En als je het wil bewijzen, dan moet je toch het veld in. Dus ik heb eigenlijk al die jaren enorm genoten van in het veld te zijn. En ik heb ook toen drains bemonsterd met de grond daaromheen. Die heb ik toen als patiënten naar het AMC gebracht, naar radiodiagnostiek, zoals het toen heette. En dan kon je zien hoe ingewikkeld eigenlijk die stroming naar die drains is via allerlei macroporiën. Met andere woorden, infiltratieweerstand is een hele moeilijke parameter. Goed, gaan we even naar de do's en don'ts. Ja, we hebben het natuurlijk vandaag over doos van Pandora of is het een panacee? Ja, dan heb ik kon toch niet onderdrukken om af en toe een cijfertje te geven. Dus dat gaat van, als je een 1 krijgt, dan is het een doos van Pandora. En als je 10 krijgt, ja, 10 kregen we alleen, gaf je alleen aan de goden, zeiden ze vroeger bij mij op school. Ik heb ook een klassieke opleiding gehad, Griekse goden in dit geval. Zal er ergens tussenin zijn. Subirrigatiesystemen, die worden steeds complexer. En wat we wel geleerd hebben, maak het nou alsjeblieft toch niet te ingewikkeld, want er zijn zoveel allerlei obstructies in zo'n systeem. Al die blauwe blokjes, dat waren allemaal kranen waar dan een boer aan kon draaien. En ja, dat was toch dat was zo ingewikkeld dat je zelf niet meer begreep van hoe werkt dat nou eigenlijk. En zeker nu de waterbeschikbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. Er zijn goede pilots om dat op te krikken. Zou ik zeggen, de don'ts is, maak het niet te complex alsjeblieft. Dus in het algemeen gaat het goed, dus ik krijg een 7, maar we moeten een beetje opletten. Iets anders is bijvoorbeeld van, dat zei ik al, van wie stelt moet bewijzen. Als ik kijk naar de nieuwe beoordelingsrichtlijn VNB, de infiltratie, ik heb veel aan die BRL's meegewerkt, dan heb ik daar in de voorlopige BRL die ter kritiek ligt, daar lees ik een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat bij een omgekeerd hydraulisch verhang het nodig is, dat uiteindelijk de conclusie is dat een lengte van 200 meter dan geen bezwaar is. Nou, ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik zou graag willen zien dat degene die dit stelt, dat die dat ook laat zien waar dat vandaan komt. Hetzelfde gaat het over omhulling. Anders dan bij drainage is de rol van filter bij infiltratie van geen betekenis. Nou, daar kan ik dan toch wel van zeggen, dan staat eronder ook weer O90 waarde, is niet van belang. Daar kan ik toch wel van zeggen, joh, ga toch even lezen wat er allemaal al gedaan is. Er is zo ontzettend veel onderzocht al. En daar staat het allemaal in. Dus die onderste bewering, die is onjuist. En ik geef daar dus toch een wat lager cijfer voor. Hetzelfde geldt voor wat ik ook 3 weken geleden hoorde. Iemand vertelde mij enthousiast, nou, we hebben schapenwol en dat gaan we dan nu als omhullingsmateriaal gebruiken. Ja, ik zou zeggen, dat moet je dus beslist niet doen. Want ik heb al in het begin, toen ik werkte, vanaf 1980 heb ik al 100 mensen voorbij zien komen die allemaal
ideale omhullingsmaterialen presenteren. Als ik schapenwol op 60 centimeter beneden het maaiveld ga installeren, dan weet ik zeker dat het binnen 2 weken helemaal dicht zit. Dus, en dat is ontzettend jammer, want betekent wel dat je dan een investering wegdoet. Staat ook allemaal in allerlei geschriften. Je kunt naar Amazon gaan als je een van mijn FAO-rapportjes wil lezen. Is goedkoop, hoor. Het kost maar £7.78. Je kunt hem ook downloaden bij de FAO. En daar staat gewoon in, heb ik met Willy Dirks geschreven en met Julian Martinez Beltran jaren geleden. Is ook in het Spaans vertaald en zo. Er staan eigenlijk de dingen die, waarvan wij denken dat we zeker weten dat we het op die manier in ieder geval niet moeten doen. Nou, dan kom ik tenslotte op mijn observaties. Ik praat wat sneller, want ik wil eigenlijk G en Ruud wat meer tijd geven, Remco, als je het goed vindt. Wat heb ik nou zelf geobserveerd? Nou, de diepteligging van onderwaterdrains. Het is ontzettend moeilijk om die drains goed te installeren. Dus petje af voor de draineurs die daar hard aan werken om dat goed te doen. En zeker in Veenweidegebied, want we hebben natuurlijk op het zand, zijn we ook al 10 jaar bezig met infiltratie en zo, hier en daar. En het installeren op het zand is toch wat makkelijker dan in het veen. Maar dat wordt heel goed gedaan, daar krijg ik een goed cijfer voor. Alleen vind ik ook, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen van als je nou 80 mm drains zou gebruiken in plaats van 60... dan is het risico veel kleiner dat de service life, dus de levensduur, te snel achteruit loopt. Want dan heb je gewoon wat meer ruimte. Wat dat betreft hebben G en Ruud dadelijk nog wel een verrassing, denk ik. Want met alles in het leven is het zo, en ook drainage, als je aan het waterbeheer sleutelt, dan zitten er 2 kanten aan, de technische kant, maar ook het kostenplaatje. En ik zou ervoor willen pleiten, soms is goedkoop duurkoop. En ik heb al gezien in buitenlanden dat 80 mm, dat in dit soort gevallen, als je het hebt over duurzaam infiltreren, sub-irrigeren, is dat geen slecht idee. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor deze putten die er nu zijn. Die vond ik nogal krap, zeker als je ze schoon wil maken. Maar ik heb begrepen dat onderkend is en dat er dus veel aan wordt gedaan om dit weer wat ruimer te maken. Dus er wordt uitgebreid over gesproken. En ook iets anders wat ik ontdekte toen ik voor de laatste keer, vlak voordat ik met pensioen ging, nog 1 keer de drains in ben gaan kijken. Daar zag ik toch te veel drains die er zo mooi, nou, na een jaar of 4 zo mooi uitzagen, dat er eigenlijk geen vies water in geïnfiltreerd kon zijn. Dus dat zou ik een laag cijfer geven, maar het is onderkend en er wordt hard aan gewerkt om dat dus te verbeteren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Amerikaanse rivierkreeft. Die vond het prachtig dat wij die drains hebben geïnstalleerd. En ja, die hebben helaas dus, en dat is al heel lang bezig natuurlijk, onze Hollandse rivierkreeften verdrongen, ja, met de ziektes die ze meebrachten. Tot mijn verbazing kon ik er nauwelijks inkomen. Ik moest oppassen voor mijn vingers dat die niet werden afgeknepen. Maar ze zaten er vol mee op 1 plek waar ik ben gaan kijken. En ja, dat is toch niet wat we eigenlijk zouden willen. Maar ook hier, dit wordt onderkend en is heel makkelijk eigenlijk om dat te voorkomen. Last but not least, ik blijf natuurlijk toch nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid van de onderzoeker, laat maar zeggen. En ik heb zo ontzettend vaak tegen drains onder water zitten kijken dat ik dacht van, hoe hard stroomt dat water nou eigenlijk? Stroomt het erin of stroomt het eruit? Ik weet het niet, je kunt het ook niet zien. En toen dacht ik, heb nou wat meer tijd, dus ik ga er maar zelf proberen iets in elkaar te zetten. Nou, dat is de Easy Flow geworden, omdat ja, de naam komt er eigenlijk vandaan. Want het is nu makkelijk om het te meten. Ik heb het op een karretje gezet, ben er 2 jaar mee bezig geweest. En je rijdt hem als een soort kinderwagen rijden door het veld en je kunt hem op een drain aansluiten. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, dat zijn dit soort grafieken kun je maken, want je kunt het pijl waar je een drain aan tijdelijk aan blootstelt, kun je verhogen. Dus als ik daar op de horizontale schaal het slooppeil boven de drain heb, dat is niet zoveel natuurlijk, hè. Dat is ja, tussen de 4 en 14 centimeter en rechts de infiltratie 1 mm per dag. Dan kun je zien dat daar, ja, het begin gaat nog niet zo best. En als ik wat hoger pijl geef, dan gaat het een stuk beter. En dan zie je ook dat de infiltratieweerstand daar weer inzakt. Dus dat betekent eigenlijk dat het niet zo makkelijk is om we weten er eigenlijk nog te weinig van hoe goed deze systemen het doen. Het kan best meevallen. Er zijn
Ook voorbeelden heb ik zelf ook gezien dat ik dacht, een drain die doet niks. En toen heb ik het pijl opgezet met dit systeempje wat ik heb gebouwd. En opeens kwam er een enorme luchtbel uit en toen ging er zoveel water naar binnen. Het leek wel de onderkant van een badkuip. Dus het is een dynamisch systeem. Dus voordat we alles met pompen gaan inrichten, zou ik zeggen, laten we ook eens wat meer kijken nog naar deze systemen die wat meer ademen met het slootpeil. Nou, ik ga deze getallen allemaal niet verder bespreken. Ik wil alleen zeggen dat je toch eigenlijk ziet dat het in een droogmakerij, daar gaat het heel goed. Veenweide gaat het ietsje minder, maar zoals gezegd, er zijn veel pilots, wordt hard gewerkt om daar ook samen veel over na te denken en een pilot de zaak nog beter te maken. Goed, er is al veel belangstelling voor het apparaat, dat kun je linksboven wel zien. En dus ik ben ook wel van plan om hier nog wat meer mee te gaan doen. En als je er wat over wil weten, dan moet je naar de site gaan, want daar heb ik wat informatie erover opgezet. Goed, nou uiteindelijk denk ik dat we vinden met ons drieën, er is genoeg te doen. We kunnen heel veel bespreken vandaag en ik zou zeggen, dank jullie wel voor de aandacht en ik hoop vandaag hele mooie discussies te krijgen. En Remco, daar waar ik het maar bij laten. Dankjewel. Dankjewel Lodewijk voor jouw bijdrage. Ik stel het op prijs dat je wat versneld hebt gedurende je presentatie. Dat zie je als dagvoorzitter niet vaak, dus dank daarvoor. Maar ook heel fijn dat je diverse verwijzingen hebt ingelast naar literatuur die nationaal en internationaal voorhanden is op dit thema. En het zou zeker geen kwaad kunnen, denk ik, voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn om dat ook eens te raadplegen. Ik zag in de chat de vraag langskomen, hoe zit het met de presentaties? Worden die beschikbaar gesteld? En daar kunnen we positief op antwoorden inderdaad. Er komt een verslag. En ook de presentaties zullen uiteindelijk via de STOA-website beschikbaar worden gemaakt. En zoals ik eerder al meldde vanochtend, het programma van vanochtend in ieder geval wordt integraal opgenomen. Dus dat zal ook voor mensen nog offline beschikbaar worden gesteld. Lodewijk, jij hebt een belangrijke rol gespeeld, denk ik, in de introductie van deze systemen in Nederland. Dus dank je wel voor jouw bijdrage. Ongetwijfeld zien we jou straks nog wel terug in de discussie die we gaan voeren. Graag. Goed, jij kondigde het al aan. Dan gaan we verder met het volgende onderdeel van het programma. En dat betreft eigenlijk een aantal actuele proeven in de zandgebieden. Lodewijk heeft een aantal cases besproken, ook in Lager Nederland. Maar zoals we eerder ook al zagen, naar aanleiding van de vragen uit de praktijk, is deze techniek inmiddels ook in de zandgebieden populair geworden, als ik het zo mag zeggen. En daarvoor hebben wij Ruud Bartolomeus en G. van de Eertweg bereid gevonden om daar het een en ander over te gaan vertellen. Ruud is Chief Science Officer, zoals dat in mooi Nederlands heet, bij KWR. En leidt het team ecohydrologie daar, is actief betrokken bij robuuste zoetwatervoorziening in het landelijk gebied en betrokken bij programma's zoals Lumbricus, Klimap en Water in de Circulaire Economie en werkt ook nog in deeltijd bij de Universiteit in Wageningen. En G, die is oprichter van het welbekende adviesbureau No H2O. Heeft een Wageningse achtergrond, ook afgestudeerd als hydroloog en ook gepromoveerd. Al jarenlang actief ook in zand, klei en veengebieden in het Nederland. Als het gaat om de hydrologie en het waterbeheer. En ook in het bijzonder geïnteresseerd in klimaatadaptieve drainage, regelbare drainage en subirrigatie. Goed, Ruud en G, jullie staan beide als presentatoren van het volgende item. Wie kan ik als eerste het woord geven? Pak ik. Dat ben jij, Ruud. Goed, dan is het aan jou om de presentatie af te trappen en op een gegeven moment het stokje aan G over te geven. Maar ik neem aan dat jullie dat onderling hebben afgesproken. Ja, we hebben wel een concept. Ik denk dat de presentatie zichtbaar is. We zullen inderdaad wat vertellen over regelbare drainage en subirrigatie.
overzicht van systemen en allerlei veldproeven waaraan we afgelopen jaren hebben gewerkt. Als ik de eerdere presentatie al gezien had, dan hadden we nog meer informatie opgenomen, maar de tijd is beperkt. Dus vergeef ons als we niet uitputtend zijn in informatie. Veel van het werk is gedaan ook binnen het programma Lumbricus. Dat is eigenlijk een thema waar we werken aan klimaatrobuuste stroomgebieden. Het richt zich met name op de hoge zandgronden. Dus juist die gebieden hier op het linker plaatje, waar de grondwaterstanden verder uitzakken. Maar ook gebieden die maar heel beperkt extern van water kunnen worden voorzien. Dus dat zijn gebieden die moeten het doen met het water wat je in je gebied beschikbaar hebt. En dat water moet je zo efficiënt mogelijk zien te benutten. Dat is hier gevat in deze rechte figuur. Het programma Lumbricus heeft van alles gedaan. Dat gaat over die inrichting van het beekdallandschap, meer natuurlijke inrichting. Het gaat om kennis over de bodemeigenschappen, maar ook over technische maatregelen in de hydrologie, waar regelbare drainage en subirrigatie onderdeel van uitmaakt. Ja, wat is nu de regelbare drainage en subirrigatie? Er is al veel over gezegd. Toch nog even kort. Het is een instrument voor het beheer van de waterhuishouding op perceelniveau. Afgelopen jaren, de droge jaren, hebben we soms gedacht van ja, het is het systeem om water mee aan te voeren. Maar vergeet niet, het primaire doel van die drainagesystemen is om water af te voeren. Maar voer niet meer water af dan nodig. Hè, zoals Frenk al aangaf, probeer dus ook water op tijd vast te houden en geen water onnodig te draineren. Maar gebruik die systemen ook weer de andere kant op om water mee aan te vullen. En wat ook al gezegd is, sturing en monitoring, het goed gebruik van die systemen, dat is essentieel. En wat is nou dan, de komende sheets kijk wat meer in op die subirrigatie. Ja, het is eigenlijk een toediening van water via drainagebuizen. Subirrigatie, ondergronds beregenen, omgekeerde drainage, allemaal termen die gebruikt worden. Het doel daarvan is het op tijd verhogen van de grondwaterstand en het actief verhogen van die grondwaterstand. En daarmee ook het bodemvochtgehalte in de wortelzone vergroten, zodat de gewassen beter van water worden voorzien. Ja, en het is, daarmee kan het een efficiënte manier van de watervoorziening zijn. Altijd ingepast in die regionale waterhuishouding, maar daar komt Gees straks op terug. Voor die water, voordat je het grondwater aan te kunnen vullen, moet je natuurlijk wel water beschikbaar hebben. En wij hebben in experimenten gewerkt met oppervlaktewater als bron van wateraanvoer, ondiep ontrokken grondwater, maar ook gezuiverd restwater van een huishoudelijke gezuiverd restwater en industrieel restwater. Ik wil je ook even wijzen op drainagewater als bron, waar Teun van Doren straks eventjes een poster van laat zien. Maar er zijn nog veel kennisvragen, hè? Want hoeveel kunnen we die grondwaterstand nou verhogen via subirrigatie? En kunnen we die zoveel verhogen dat ook dat gewas er uiteindelijk profijt van heeft? En hoeveel water hebben we dan nodig? En onder welke randvoorwaarden werkt het wel en wanneer werkt het nou niet? Nou, daar hebben we veldproeven en modelanalyses voor uitgevoerd. Maar daarnaast is ook altijd die ervaring van die gebruiker heel belangrijk. Want je kunt een onderzoek doen en je kunt een systeem aanleggen. Maar als een gebruiker vervolgens er niet mee leert werken, dan gaat de praktijktoepassing uiteindelijk ook mis. En ook participatieve monitoring. Ja, dus samen leren de systemen te gebruiken. De vier proeven die we even willen uitlichten zijn Stegeren. Daar is in Overijssel, wordt oppervlaktewater als bron gebruikt. Dat is een zand waarbij geen leemlagen aanwezig zijn. In Lieshout bij Bavaria is gezuiverd industrieel restwater gebruikt. Wat normaal gesproken afgevoerd wordt op de Goorloop, wordt een deel daarvan wordt gebruikt voor subirrigatie. Is een perceel met een hele diepe grondwaterstand in de uitgangssituatie. Of heel diep, van Nederlandse begrippen, 2,5 meter meer maaiveld in de zomer. Maar wel een profiel met heel veel leemlagen die weerstand bieden. In Haaksbergen wordt gezuiverd restwater van de rioolwaterzuivering gebruikt. In een klimaatadaptieve drainageperceel. Er zit een leemlaag, maar voor dit perceel is het ook heel belangrijk om juist te kijken naar die samenstelling van dat water en hoe gedraagt zich dat in de bodem. En in Horst-Amerika onttrekken we ondiep ontrokken grondwater om de systemen mee te voeden. Daar is een zandprofiel, maar met een hele beperkte leemlaag. Nou, en op al deze percelen zijn de debieten gemeten. Hoeveel water gebruiken we nou? Zijn de waterniveaus gemeten en de bodemvochtgehaltes. En op enkele percelen dus ook de samenstelling van het water en de chemie.
Nou, even wat een voorbeeld van de resultaten. Hoeveel water heb je nou nodig? Hier op de rechte figuur zie je, de resultaten voor de verschillende proeven. Maar ik wil even heel kort uitlichten. Als je het hele groeiseizoen van april tot en met september water aanvoert, dan gaat er gemiddeld 500 mm per jaar aan water met subirrigatie de systemen in. Dat is een flinke bak water. Maar er is wel een grote variatie tussen droge en natte jaren, vanzelfsprekend. Maar ook tussen de verschillende percelen. Hè. Dus daar ga ik dadelijk nog verder in. En er is natuurlijk ook nog wel een verschil door hoe je die systemen dan ook aanstuurt. Hè. Voer je uiteindelijk wel continu water aan? Of kunnen we misschien slimmer aansturen door in beperkte periodes water aan te voeren? Maar er gaat veel water in. Van de andere kant, als we het voorbeeld hier bij Liesau nemen, bij Bavaria, dan zakt in de zomerperiode de grondwaterstand uit tot zo'n 2,5 meter in Maaiveld. Hè. In 2015 was daar nog geen subirrigatie. En de rode lijn is de gemodelleerde situatie zonder subirrigatie. Dan zie je dat die grondwaterstand is uitzakt tot zo'n 2,5 meter in Maaiveld elk jaar. En de bolletjes zijn de gemeten grondwaterstanden tijdens subirrigatie. Nou, dan zie je, dus in deze grijze banden zijn de periodes met subirrigatie. Dan zie je dat als de grondwaterstand in het voorjaar zakt die verder uit richting de zomer. Maar bij de start van de subirrigatie is daar een stijging van de grondwaterstand. En op dit perceel is het mogelijk om de grondwaterstand tussen de 50 en de 100 centimeter te houden in het groeiseizoen. Maar heel belangrijk, en Lodewijk die duidde daar al op. Het is wel van belang dat die systemen ook langdurig werkzaam blijven. En dat is nog niet zo eenvoudig. Want wat we zien in 2017 al een beetje en in 2018 al helemaal, is dat er steeds minder water het perceel ingaat en de grondwaterstand niet op peil gehouden kan worden. En dat heeft dus te maken met een toename van de weerstand in het systeem. Die infiltratieweerstand die neemt hier af. We hebben er uitgebreide analyses aan gedaan. Dat heeft te maken met een biologische aangroei in het drainagesysteem. En rondom die buizen, waardoor de infiltratiecapaciteit afneemt. Dit hebben we ook kunnen reproduceren met de modellen. Het is heel belangrijk. Welk water stop je erin? En hoe ga je ermee om ook die weerstand op peil te houden? Nou, heel kort, als je niet continu water aanvoert, maar in korte periodes, een week wel, dan een week niet, een week wel niet, dan lijkt het wel beheersbaar te zijn. Maar verdient zeker aandacht. De grondwaterstand kunnen we dus verhogen, maar we zien ook dat het effect heeft op het gewas. In deze linkerfiguur zien we hier het perceel aan Haaksbergen dat duidelijk groener is dan zijn omgeving. Wat aangeeft dat die subirrigatie tot een betere vochtvoorziening voor het gewas leidt. En op de rechterfiguur foto's in Amerika, waarbij de helft van het perceel wel gesubirrigeerd is en de andere helft niet. Dan loop je eerst door het perceel heen wat niet gesubirrigeerd is. Denk je, oh ja, je komt dat wel goed. En vervolgens in het gesubirrigeerde deel zie je dat het heel goed kan werken. En ook de ervaring van de gebruiker in de Haaksbergen. De agrariërs ervaren ook dat de vochtvoorziening voor het gewas verbetert. En dezelfde reflectie ook in Stegeren van, ja, ik hoef veel minder te beregenen. Nou, nog even door op waar blijft dat water nou? Want we kunnen er natuurlijk niet omheen. En Wiebe die gaf het ook aan. Je krijgt op een gegeven moment een herverdeling van water. En er moet wel een bron van water zijn die je kunt gebruiken voor subirrigatie. Want een deel van het water, er gaat veel water zo'n systeem in. Daar kun je de grondwaterstand mee verhogen. Maar er gaat geen 500 mm per jaar naar meer verdamping toe. Hè? Dus het water blijft ergens anders. En dat water dat voedt voor de grote deels het grondwater. Even als voorbeeld in Amerika, daar is de wegzijging in de uitgangssituatie, dus zonder subirrigatie, zo'n 0,3 mm per dag. En als gevolg van subirrigatie stijgt dat tot 1,2 mm per dag. En ik wil dat even kort uitleggen aan de hand van deze figuur. Rechtsboven, jaar 2017, vanaf januari tot en met eind maart geen subirrigatie. En vanaf eind maart wel. En dan moet je even zien, de lijnen hierboven moet je even interpreteren als de phreatische grondwaterstand. En deze groene lijn hieronder is de stijghoogte onder een leemlaag. Ja, dus de stijghoogte in een iets dieper watervoerend pakket. Nou, die lijnen lopen nagenoeg gelijk voor de periode van subirrigatie. Maar als gevolg van subirrigatie stijgt de phreatische grondwaterstand heel sterk. Die kunnen we ook
op een goed op niveau houden. Maar de stijghoogte in het onderliggende waterpakket neemt af. En je ziet ook daar de effecten van beregening in de omgeving in. Maar door dit stijghoogteverschil neemt natuurlijk ook de wegzijging. En dan zien we de onderste figuur. Is de rode lijn is de wegzijging zonder subirrigatie gemodelleerd. En de oranje met subirrigatie. Ja, dan zie je dus dat, dat een groot deel van het water... Ja, dat voedt het regionale grondwatersysteem. En dat wordt dus niet door de plant opgenomen. Dat is heel belangrijk om wel te realiseren. In Haaksbergen is in de wegzijging in de uitgangssituatie nihil. En die stijgt naar zo'n 1 mm per dag. In Lieshout is die in de uitgangssituatie ook heel klein. Stijgt naar zo'n 0,8 mm per dag. Maar in Stegeren, waar dat perceel waar eigenlijk geen leemlagen in de ondergrond zaten, daar is in de uitgangssituatie al sprake van een wegzijging van 1,5 mm per dag. Maar die stijgt naar zo'n 4 mm per dag. Ja, dan kun je je afvragen van waar zijn we voor aan het subirrigeren? Doen we dat nog? Om het gewas beter van water te voorzien, of zijn we het regionale systeem aan het voeden? Nou, en, het primaire doel is nog altijd om die maatregelen op perceelschaal uit te voeren. Die wegzijging is dus belangrijk om te kennen. En die kunnen we ook, en je wil eigenlijk ook weten, ja, waar gaat dat water dan naartoe? Verdwijnt dat naar een sloot vlakbij, of voedt dat daadwerkelijk het grotere systeem? Nou, en dat kunnen we mooi in beeld brengen ook met 2D-modellen. Zoals hier is 2D, waar hier even een voorbeeld van gegeven is. En daar kun je ook in het ontwerp van de subirrigatie- en drainagesystemen rekening mee houden. Omdat het nogal af uitmaakt hoe ver je eerste buis ligt ten opzichte van de sloot. Hè? Hoeveel water hou je nou vast? Nou, maar daar wil ik verder even niet te ver op ingaan. Mijn laatste slide voordat we overgaan naar G. Dus even nou, wat is nou het effect van die subirrigatie op de waterbalans? Daar heb ik weer twee voorbeelden uitgehaald. Stegeren en Lieshout. En dan vraag ik u om te kijken naar de donkerblauwe balken. Dat is het effect van subirrigatie op de transpiratie, dus op de gewasverdamping. En dan is de ene balk is de referentie zonder subirrigatie en daarnaast met subirrigatie. Eigenlijk de conclusie bij Stegeren is, ja, je kunt subirrigatie toepassen. Daar vul je het grondwater zeker mee aan, maar het heeft nauwelijks een positief effect op de transpiratie van het gewas. Als je kijkt naar Lieshout, ja, daar vullen we water aan, maar het heeft ook zeker wel een duidelijk effect op de transpiratie van het gewas en daardoor ook een lagere beregeningsbehoefte. Dus hier verminderen we wel de druk op het grondwater. Samengevat even in deze figuur. Via subirrigatie kunnen we de grondwaterstand verhogen. Capillaire opstijging verhoogt de bodemvochtgehalte en daarmee ook de transpiratie van het gewas. De drainage naar het oppervlaktewater kan groot zijn als het oppervlaktewaterbeheer niet is afgestemd op je perceelsmaatregel, zoals Wiebe al even aangaf. Maar die wegzijging naar de ondergrond is heel belangrijk. In Stegeren is die te groot. Zijn ze mogelijk niet optimaal, die percelen. Bij Bavaria bijvoorbeeld is die weerstand wel groot en dan kun je die wegzijging beperken. Ben ik toch langer aan het woord geweest dan ik dacht. Maar ik ben heel blij dat we iets extra tijd hebben. Dus G, aan jou het woord. Dankjewel, Ruud. We komen er wel om met de tijd. Ik zal het proberen in een vogelvlucht door te nemen. De sheets die nog komen. We gaan even terug naar het begin. Een slide die Ruud liet zien. Regelbare drainage en superregatie als instrument voor beheer van de waterafstanding op perceelsniveau. En ik herhaal het nogmaals. We kunnen er eigenlijk drie dingen met die drainagesystemen doen. Drie doelen nastreven: water afvoeren, water vasthouden, maar ook water aanvullen. En ik zag al straks even reflecterend op de voorgaande sprekers dat denk ik, de slogan van de LLTB, die doet me wel, die geeft me wel hoop. Want Twan Gielen die liet zien anders durven doen. Dus wellicht kunnen we schuiven van afvoeren via vasthouden naar aanvullen of ook van aanvullen naar vasthouden. En ik zal denk ik in de komende passages toch een paar keer terug proberen te komen op de eerdere sprekers en aandachtspunten die zij noemen. Want er zitten een paar goede haakjes voor de discussie in. En ter bevestiging een aantal zaken zo meteen. Bijvoorbeeld. Een van de eerste zaken namelijk, en niet een van de laatste zaken, is namelijk de doelmatigheid van regelbare drainage en subirrigatie. Met als belangrijke vragen waarom, waar en hoe toepassen. Want het gaat om dat we de doelen op perceelniveau zien te verenigen met doelen op de regionale schaal. Dat geldt zowel voor water aanvoer, water vasthouden als draineren. En die wisselwerking die moet denk ik meer dan nu actief tot stand komen. En met name dus voordat we overgaan
tot het succesvol gebruik van zulke systemen. Want we willen bepaalde doelen behalen daarmee. En we willen niet problemen of conflicten veroorzaken. En dat zal logischerwijs betekenen dat er dus grenzen gesteld zullen worden aan het gebruik. Je kan niet onbeperkt water aanvoeren. Je kan niet onbeperkt water vasthouden, want misschien wordt het wat te nat. Maar ook voor het draineren geldt. Je kan niet onbeperkt op elk moment water draineren, want wellicht leidt dat tot wateroverlast beneden strooms. En de moraal van het verhaal vind ik qua doelmatigheid, is het van tevoren bespreken, afstemmen en ook afspreken van doelen. Zowel op lokaal niveau als op regionaal niveau. Want je kan elkaar in de weg zitten en dat is volgens mij niet de bedoeling. Zoals Ruud al aangaf in een van de eerste sheets, niet alleen dus de bediening is belangrijk voor die systeem, ook de monitoring. Want als je data hebt, als je informatie hebt over de werking van het systeem en de effecten, dan kun je ook goed evalueren. Volgende. Een ander belangrijk aspect, en ook Lodewijk droeg het al aan, is de overdracht van kennis. Om even met het laatste puntje op deze sheet linksonder te beginnen. We hebben in het programma Lumbricus in Stegeren hele goede ervaringen gehad met kennisoverdracht. Op in ieder geval tenminste twee manieren. Er waren er misschien nog wel meer. Maar ten eerste, we hadden een appgroep waarin zowel de deelnemende agrariërs als mensen van het waterschap als onderzoekers aan deelnamen. We hebben ook gebiedssessies georganiseerd. We hebben een aantal malen in zaaltjes gezeten in het gebied. En niet te vergeten, we hebben ook de monitoring voor een deel ondergebracht bij de agrariërs, waarbij zij zelf bijvoorbeeld de grondwaterstanden opnemen om te zien wat voor effect het handelen heeft met de bediening van hun systeem. Dus om die kennis te laten stromen en ook om een goede omgang met de systemen te waarborgen, is het de zaak om elkaar goed en te informeren en bij de les te houden en goede kennisoverdrachten te realiseren. Volgende. Het is al een paar keer gezegd, er kunnen op perceelniveau bepaalde doelen spelen. Dat geldt zowel voor het zand, klei als veengebied, denk ik, die te maken hebben bijvoorbeeld met de vochtvoorziening van de vegetatie. Daarvoor is water nodig en dat begint bijvoorbeeld bij het water vasthouden, hè, daar waar het valt. Daarnaast schakel je misschien over met deze systemen op water aanvoer. En je moet dan kijken dat het niet te nat wordt, maar ook niet te droog. Je moet je echter spiegelen aan de doelen op regionaal niveau. Met als voorbeeld bijvoorbeeld de locaties in Stegeren. Het gebied Stegeren maakt gebruik van water uit de Vecht om aan te voeren. En die Vecht heeft in principe beperkt water beschikbaar voor het gebied Stegeren om te gaan sub-irrigeren. Dus daar zul je ergens de discussie moeten voeren van stroomgebiedschaal, regionale schaal, naar dat perceel en weer terug. Hoeveel water kan en mag ik uit de Vecht onttrekken ten einde de perceelwaterhuishouding te bevoordelen en waar zitten dan die grenzen? Dus je zal dan steeds de wisselwerking moeten hebben tussen watergebruik, maar ook waterafvoer en water vasthouden op regionale schaal, op perceelschaal, vice versa. Goed, volgende. Om een aantal lopende projecten aan te geven, want we staan ondertussen niet stil. Op dit moment maken we gelukkig ook mee dat zaken die we binnen Lumbricus hebben opgestart voor een deel een doorgang vinden in het TKI-project Klimap. En zo zijn we dus bezig op dit moment in het zandgebied, zowel in Stegeren, Amerika, Haaksbergen als Lieshout en Vinkel. We doen ook een aantal zaken in het Veenweidegebied nu en Lodewijk gaf al aan, dat is wel een prettige bijkomstigheid van onze interactie ook vandaag, dat we met name in het gebied Alpenzwart van Veerland nu zijn het experimenteren met grotere drainagebuizen van 80 mm en ook met biologisch afbreekbare drainagebuizen om te zien hoe die over een paar jaar is vergaan. Dus daar experimenteren we met diverse zaken. Ook meten we in het project Alpenzwart van Veerlanden de waterdruk in het systeem. Om te kijken of inderdaad de drukdrainage die we daar gebruiken ook zijn effect heeft. Verderop in het drain, beneden de stroom zal ik maar zeggen. En voor het zavel- en kleigebied zijn we actief in Mookhoek. En met name op de rusthoeven. Waarbij we dus kijken naar de infiltratie van zoetwater op zowel dus de watervoorziening van het gewas. Als het kunnen weghouden van het zilte of zoute water onderin. En nogmaals benadrukt, Lodewijk gaf het recht aan, zijn we field hydrologist of screen hydrologist, we proberen allebei te doen. Dus zowel veldproeven uitvoeren, als ook modelanalyses uit te voeren. Volgende. En een, als klein voorbeeldje, even een systeeminnovatie die we op dit moment doorvoeren. Kleine 10 jaar geleden samen met Jan van Baak en Lodewijk Stuik onder andere klimaatadaptieve drainage opgezet. Op dit moment voeren we door de uitbreiding van het telemetriesysteem, waarbij we ook de wateraanvoer online kunnen gaan regelen. Hè? Dus de pomp aan of uitzetten naar gelang de situatie buiten in het veld. En we koppelen via een SWAP-model de actuele metingen buiten in het veld met een weersvoorspelling om tot een ideale, optimale afregeling
van het systeem te komen. En op dit moment draait dat systeem met stegeren. En dat gaan we dit jaar verder uitbreiden met een automatische pompsturing. Oké. Okay. Ik wil een aantal dingen onder de aandacht brengen. En van deel is dat gelukkig al door voorgaande sprekers aangehaald. Ten eerste, de ontbrekende leidraad-handleiding ten aanzien van het gebruik van regelbare drainage en subregatie. Lodewijk heeft een punt. De trekker heeft een handleiding, de melkrobot heeft een handleiding, onze systeem hebben dat niet. We hebben dat zelf geprobeerd in Lumbricus nu om het bij wijze van spreken mondeling te doen via de app en via bijeenkomsten. Maar het kan beter een keer goed op papier worden gezet met allerlei plussen en minder haken en ogen, voor- en nadelen. Ook de chemische samenstelling van het grondwater is een punt van aandacht. Er is straks een poster van Dominique in het kader van het MBO-onderzoek Rust, waarbij we dus met name op Haaksbergen kijken naar reactief transport van dat gezuiverde restwater van en na de drains in de bodem. Om ook even het balletje richting Erik Jansen te kaatsen en ook weer terug naar andere mensen. Mij betreft kunnen we beter dan nu kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen activiteiten, proeven en bevindingen op zand, zavel, kleigebied en ook het veengebied. We kunnen denk ik veel meer van elkaar leren als we vaker bijeenkomsten als dit hebben, al dan niet in grotere verband of kleiner verband, om verschillen en overeenkomsten te duiden. En een puntje wat ik nog extra wil aanroeren zijn de zogenaamde mole drains, door Lodewijk de aquamol of watermol genoemd. Ik heb recent nog weer contact gehad met Itse Hoving. Er waren wat twijfelachtige ervaringen van mole drains op Veen een aantal jaren terug, maar er is een kans dat we toch weer opnieuw wat proeven gaan doen, om te kijken of mole drains ook niet een alternatief kunnen zijn van de huidige drainagesystemen. Maar dat wordt vervolgd, ook de discussie wordt vervolgd. En natuurlijk, zoals al gezegd, effect op regionale schaal qua aan- en afvoer voor de lokale systemen. Goed. Een aantal uitdagingen constateren we. En een van de uitdagingen die ik denk ik zie, komt ook al in de discussie naar voren, met name denk ik via bijvoorbeeld Wiebe, ook met Har en met Twan, is het draagvlak voor deze systemen. Als je ze niet goed gebruikt, om het maar zo te zeggen, of als je ze te intensief gebruikt of niet goed afregelt, dan verlies je draagvlak. En juist wanneer we transparant zouden zijn in doelen en sturing, vooraf, tijdens en achteraf, dus ook evalueren, dan zou denk ik het draagvlak kunnen vergroot worden en anders wel kunnen blijven bestaan. En daarbij is het belangrijk dat we het inpassen. Inpassen van deze systemen in het regionaal waterbeheer via bijvoorbeeld een gebiedsregeling en afspraken met het waterschap vooraf te maken. En met name het laatste punt dat al aangevoerd werd door Lodewijk, hou goed in de gaten hoe het systeem wordt beheerd en wordt onderhouden. Om het goed in de lucht te houden. Inderdaad, dus geen rivierkreeft in de systemen. Zo min mogelijk aanslag en ophopping van chemicaliën in de systemen. Rechts op de plaatje zie je een put bij Jeroen Nabbe in Amerika. Daar zie je dus duidelijk ijzeraanslag. Dat leidt uiteindelijk tot verstopping. Daar moeten we op tijd mee aan de slag om dat te voorkomen dan wel de zaken schoon te maken. Hou het beheer van het onderzoek, sorry, het beheer en onderhoud van het systeem goed in de gaten. Tot slot, onze boodschappen. Lodewijk noemde al de eerste bolletje, eerste zin. Bezint eer je begint, ik wil eraan toevoegen. En aldoende, denkt dan nog. De zaak om lerenderwijs, maar ook evaluerenderwijs, deze systemen toe te passen en bij te stellen indien nodig. Dus goed nadenken en goed evalueren wat we met elkaar aan het doen zijn. En daarmee is, denk ik, regelbare drainage en subregatie geen panacee, nog een doos van Pandora. Maar als je dus goed van tevoren nadenkt, doelen bedenkt, een goede sturing erop loslaat, dan kun je denk ik veel ellende tussen haakjes voorkomen. En dan kom je toch een heel eind richting om van die doos van Pandora naar een panacee te gaan. Dus belangrijk is om doelen voorop en vooral vooraf af te spreken over de sturing en ook de aanleg en een goede evaluatie uit te voeren. En alles bij elkaar betekent dit maatwerk. Op locatie, in een streek, gegeven de bodemopbouw, gegeven de hydrologie ter plekke. Denk aan maatwerk en zorg ook voor een goede monitoring. Niet alleen maar voor de effecten van het systeem, maar ook hoe het wordt gebruikt. En net als de twee vrienden die Lodewijk nu zien, dan moet ik even kijken wat de namen ook al waren, Reina en Shaki, ben ik er ook voor om kennis te vermenigvuldigen in een community of practice. En wellicht kunnen we daar STOA en NRV voor vragen om met ons over mee te denken hoe we die community of practice zouden kunnen opzetten. En last but not least, ik noem het maar even in de kantlijn, maar dat is een belangrijk aspect. Agrariër, zorg goed voor je bodem. Want dit soort systemen die varen wel bij een gezonde en goede bodemkwaliteit. Daar wil ik het denk ik bij laten. Dank u wel.
Dank jullie wel, Ruud en G, voor jullie inspirerende presentaties. Die denk ik datgene wat Lodewijk eerder te melden had, mooi complementeerde. En er werden ook al nodige lijntjes uitgegooid richting vragen die eerder waren opgeworpen vanuit de praktijk. En daar zullen we straks bij de afsluitende discussie aan het einde van de ochtend zeker nog dankbaar gebruik van kunnen maken. Dus dank jullie wel voor jullie bijdrage voor dit moment. En dat brengt ons inmiddels bij het laatste programma onderdeel voor de koffiepauze. En dat betreft een aantal posterintroducties. Zoals jullie wellicht ook al eerder hebben gezien in het programma, of misschien nog niet, maar dan horen jullie het bij deze, hebben we straks gedurende de lunchbreak, de lunchpauze, de mogelijkheid om een aantal posters virtueel te bezoeken. Wat wij voorstellen is dat we de komende paar minuten gaan luisteren naar hele korte introducties van de betreffende zeven posters, om jullie aandacht daarop te vestigen. En uiteraard met als doel dat jullie straks met een glas melk en een boterham in de hand die posters gaan bezoeken, virtueel dan wel te verstaan. Dus we hebben in totaal, als ik goed ben geïnformeerd, een zevental posters die straks in verschillende breakout rooms te bezoeken zullen zijn. En ik wilde achtereenvolgens de zeven presentatoren van die posters de gelegenheid geven om in één minuut per poster hun poster te pitchen. Dus de eerste poster, dat is een poster van Jos de Bijl en Vera Gelen van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Natuurlijke oplossingen als alternatief voor regelbare drainage in veengebieden. Jos en Vera. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het woord. Ik stopwoord ga nu in. Ik ben onder de indruk van alle resultaten tot nu toe en alle veldonderzoek en data. Maar de vraag is dit de toekomst voor het gehele veenweidegebied? Hebben we een opgave om bodemdaling te vertragen en CO2 te verminderen? Of hebben we een opgave om bodemdaling te stoppen en CO2 op te slaan in een natuurlijke bodem? Hebben we ook biodiversiteitsdoelen in het gebied? Daarom presenteer ik straks de kracht van natuurlijke oplossingen en de kracht van transitie in veengebieden en ook in de zandgronden. Dat gaat dus om het beter vasthouden van regenwater, het vergroten van peildynamiek, om verschillende landschapstypen in het veen te onderhouden. Zowel historisch veen gericht op weidevogelbeheer en landschapsbehoud en ook landbouw. En groeiend veen waar we echt toe gaan naar het weer opbouwen van ons veenpakket. Dus kom alle straks voor de kracht van natuurlijke oplossingen in het veengebied. Dat was hem. Heb ik nog het woord? Niet meer nu. Oh, nee, ik wou zeggen, nou, kijk, ik wist niet of ik al door de minuut heen was. Maar, nou, dat was je zeker. Ik was op mijn stopwatch aan het kijken, maar ik zag nog een aantal slides staan. Dus ik denk... klopt. Ik dacht, ik heb één minuut. Nou, dit zijn ongeveer de landschappelijke beelden die daarbij, zowel in het zandgebied aan de rechterkant als in het veengebied. Hoe kunnen we op een natuurlijke wijze ons, niet het gehele gebied, dus hoe kunnen we landbouw en natuur beter inpassen, gecombineerd met andere opgaven in het gebied en toewerken naar andere verdienmodellen. In combinatie dus met natuurlijke oplossingen. Dankjewel, Jos. Heb je er toch nog 30 seconden bij kunnen sproppelen? Dankjewel. Ja, helemaal goed. Dankjewel voor jouw bijdrage. Dan gaan we naar de volgende poster. Die is van Janine de Wit van KWR. Regelbare drainage met subirrigatie. Casus Stegeren. En die zijn we zojuist ook al even tegengekomen. Dus Janine, als jij aanwezig bent, dan is the floor yours. Ik ben aanwezig en ik ben even aan het kijken waar mijn sheet is gebleven. Ik ben heel benieuwd of jullie ooit zien. Nee, denk ik niet. Ja, dat gaat lukken. Ja, even full screen en je bent er. Oké, wacht even hoor. Het is van het. Als het niet lukt, kan dit ook hoor. Nou, ik laat hem eventjes hierop staan. Bedankt, Remco.
Ja, het klimaat verandert, waarin steeds meer extremen voorkomen. Zeker op de hoogzandgronden, waar juist de droogtegevoelige gebieden liggen. En ik denk dat regelbare drainage met subirrigatie een maatregel kan zijn om te anticiperen op zowel de periode van droogte, maar ook juist de periode van wateroverlast. Maar goed, keuzes die erbij horen zijn: wanneer gaan we water afvoeren? Wanneer gaan we water vasthouden? En wanneer gaan we water aanvullen? Op mijn poster laat ik jullie de pilot zien van regelbare drainage met subirrigatie. Toegepast in Stegen bij 4 agrariërs. Maar vraag die erbij komen is: hoe zet je zo'n pilot op? Hoe bepaal je hoeveel water je nodig hebt? Wat zijn optimale groeiomstandigheden voor het gewas? Hoe hou je daarbij rekening met de huidige omstandigheden van het perceel, maar ook met de weersvoorspellingen voor de komende dagen? Welk drainageniveau hoort erbij? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe gaan we dat systeem sturen op afstand? Maar ook, hoe leren we daarvan? En het liefst samen. Onderzoekers, boeren, waterschappen, andere partijen van deze proeven. Dus, ben jij benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Of heb je misschien wel ideeën? Dan zie ik jou graag bij mijn poster. Dankjewel, Janine. Dat was een echte pitch. En ik denk dat jij hier uitstekend op je plek bent als ik luister naar jouw uitnodiging om met die diverse sectoren om tafel te gaan. Want die hebben we hier vandaag gelukkig virtueel aan tafel. Goed, dat brengt ons bij de volgende poster pitch door Teun van Doorn van KWR. Drainstore, de diepe ondergrond benutten voor een dynamisch pijlbeheer. Teun, ga je gang. Ja, ik zal ook eventjes mijn poster delen, als dat gaat lukken. Als het goed is, zien jullie die nu. Regelbare drainage geeft heel veel flexibiliteit in het sturen van waterpijlen op landbouwpercelen. Door het pijl op te zetten in het natte seizoen, verhogen we eigenlijk, dan kunnen we het water langer lokaal vasthouden in de bodem. En dan voorkomen we het verlies van waardevol zoetwater naar de sloten. Maar in zeer natte tijden, zoals bijvoorbeeld de afgelopen weken, kan het nog voorkomen dat verdere pijlopzet niet meer mogelijk is of niet meer gewenst is. En dat verliezen alsnog op gaan treden. En aan de andere kant kunnen er in het groeiseizoen juist watertekorten ontstaan om die gewenste pijlen nog te kunnen behalen. En waar haal je dan dat aanvullende water vandaan? Nou, de hamvraag is dus eigenlijk: hoe gaan we nog beter om met die seizoenale mismatch tussen wateroverschot aan de ene kant en tekorten aan de andere kant in het groeiseizoen? En met mijn posterpresentatie zal ik jullie laten zien hoe we met het project Drainstore bij het biologisch landbouwbedrijf Mulwater in Kruiningen verder kijken dan de bovenste meter van de bodem en ook de diepere ondergrond benutten om wateroverschotten toch langer lokaal beschikbaar te houden voor later hergebruik. Top. Dankjewel, Teun, voor deze korte, krachtige pitch, zoals die behoort te zijn. We komen daar dus tussen de middag nog op terug. Gaan we door met de volgende posterpitch van Geert-Jan Nijsten en Janneke Pauwels van Deltares. Hoe werkt regionale drainage door op stroomgebiedsniveau? Geert-Jan en of Janneke, ga je gang. Ik ga hem vertellen. Ik ga nu nog niet mijn poster delen. Die zien jullie vanmiddag wel. We hebben vanochtend al veel gehoord over lokale schaal regelbare drainage. Maar wat gebeurt er nou precies op regionale schaal? Nou, Geest heeft het ook al aan dat dat een belangrijk aandachtspunt is. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan. En om dat te onderzoeken hebben we een nieuwe module ontwikkeld om regelbare drainage en subirrigatie in een regionaal model door te rekenen. Nou, ben je nou benieuwd naar deze module en ben je benieuwd naar het effect van regelbare drainage op stroomgebiedsniveau, kom dan na de lunch naar onze presentatie kijken. Dankjewel, Janneke. Een pitch zonder poster, maar wel met de uitnodiging om die poster over een uur ongeveer alsnog te gaan bekijken. Dankjewel, Janneke, voor jouw bijdrage. Ja. Dat brengt ons bij de volgende pitch door Dion van Dijl van NoH2O. Modelmatig analyseren van regelbare drainage en subirrigatie. Dion. Dankjewel, Remco. Goedemorgen allemaal. Op mijn poster wil ik laten zien met welke modellen je subirrigatie en regelbare drainage kan modelleren. Ik ga hier helemaal van 1D-modellen tot en met 3D-modellen.
en met welk model je welke vragen kan beantwoorden. Alle modellen zijn toegepast ook op de pilots die Ruud en G al benoemden. En daarnaast wil ik ook verder op ingaan hoe je nou zo'n systeem kan ontwikkelen met zo'n model. Wat Lodewijk ook al zei, van hoe kan je met een 2D of een 1D model een systeem optimaal ontwerpen om zo effectief mogelijk het water gebruiken in het systeem te gebruiken. Dus als je daar meer van wil weten, dan moet je vanmiddag naar mijn poster komen kijken. Dankjewel, Dion. Kort maar krachtig gaan we door met de ene laatste, de zesde poster pitch door Dominique Narijn Voort en Stefan Dekker. Ik hoop dat ik de achternaam goed uitspreek. Misschien is het wel Frans, maar dat gaan we zo horen. Bodem als biofilter, hergebruik van afvalwater voor subirrigatie. Dominique en of Stefan, gaan jullie gang. Ja, ik ben aan het woord. Zien jullie mijn posterpresentatie nu? Ja? Zal ik die even wat groter maken? Nu zien we hem niet meer, Dominique. Nee. Je kunt hem prima in deze modus laten staan. We zien hem goed. Nou, okay, dit is nog prima. Een. Ja. Goedemorgen iedereen. Ik ben Dominique Narijn Voort. Ik ben een PhD-kandidaat en promovendus in het Nederlands op het RUST-project. Samen met Ruud Bartolomeus, G. van Eerdweg, Stefan Dekker en Annemarie van Wezel. En ik wil jullie vandaag graag de resultaten die we tot nu toe hebben binnen het NWO RUST-project laten zien. En het gaat voornamelijk om vier studies. De eerste die richt zich voornamelijk op het opstapelen van bestaande literatuur. En daarbij dus kijken naar de risico's en de mogelijkheden van subirrigatie met huishoudelijk afvalwater. En de tweede die gaat voornamelijk in op de kwantitatieve haalbaarheidsstudie met Nederland als casus. En behalve de kwantiteit, dit is al gezegd tijdens de presentatie van Ruud, richt ik me voornamelijk op de kwaliteit van het water binnen het veldproef bij Haaksbergen. Maar behalve onze veldproef hebben we ook een labproef waarbij we diep ingaan op de degradatie van de stoffen, het gedrag van de stoffen. En als je dus hier meer over wil weten, dan zie ik jullie graag terug bij mijn posterpresentatie. Dankjewel Dominique voor jouw presentatie. En dat brengt ons bij de laatste posterpitch van deze ochtend door Hans Gerritsen van Rijkswaterstaat. Innovatieve grondwaterstromingsmeting. Hans, ga je gang. Even je geluid aanzetten. Goedemorgen allemaal. Dankjewel Remco voor deze pitch. Ik zal even mijn scherm delen. Zien jullie deze presentatie? Ja, te zien. Het gaat hier over het onderwerp grondwaterstromingsmeting op een innovatieve manier. Er is nogal wat ontwikkeling op het gebied van het meten van de grondwaterstroming. Zowel de snelheid als de richting. Dus dat zijn twee dingen. En zoals bekend is grondwater op modelmatig opzicht, weten we al veel over het grondwater, maar nog relatief weinig over hoe het stroomt, waar het vandaan komt en met welke weerstand en doorlatendheden in de bodem. Het zijn vaak toch wel onbekende zaken die we in situ vaak heel lastig kunnen meten. Dit zijn even wat voorbeelden die jullie zien. Aan de link bovenkant in het stedelijk gebied, gebied grondwaterbeheer. Aan de rechterkant diverse stroombanen te zien. En ook in het stedelijk, in het, diverse omgevingen. En linksonder bij een drain, wat ook wel aansluit bij deze dag. Wat mij betreft gaat het hier over het onderwerp monitoring. En dat vult aan op de modellen die we al hebben van het grondwater. Wij zijn als Rijkswaterstaat bezig met een aantal pilots op te zetten bij de kanalen en de sluizen en de grote infraprojecten. En we zouden eigenlijk graag, dat doe ik nu heel kort, door middel van pilots zouden we mensen willen uitnodigen om vanmiddag bij de lunchpresentatie mee te praten hierover.
van waar jullie ook nog interessante toepassingen zien voor deze metingen, zeg maar. Waardoor we dus zowel de innovatie ten aanzien van zowel, en dat is eigenlijk de volgende sheet, de tracer-methode, akoestisch, er zijn diverse meetmethodes beschikbaar. En hoe zouden we dat nou kunnen gaan verbinden in pilotprojecten om ook die meettechnieken wat verder te brengen. Maar vooral ook om jullie vragen op het gebied van stroming van grondwater, om die te gaan beantwoorden met deze technieken. Dus wij jagen dit aan, zeg maar. Wij zijn aanjager, initiatiefnemer, maar we willen vooral jullie ook uitnodigen om met ons mee te denken en mee te, ja, gewoon mee te denken en ook om mee te uit te voeren. Want we blijven niet alleen maar denken, maar we willen ook graag meten in het veld. Top. Dat was mijn pitch. Okay. Dankjewel Hans voor jouw bijdrage. Daarmee hebben wij 7 poster pitches erop zitten en zijn we met enkele minuten vertraging toe aan een korte pauze. Graag aan iedereen het verzoek om aan de lijn te blijven, zoals dat heet. Maar je kunt uiteraard wel je geluid uitzetten en je scherm ook even uitzetten. Wat ik voorstel is, we zouden eigenlijk om 11:40, dus over zeg maar 5 minuten weer beginnen. Wat ik voorstel is dat we in ieder geval 10 minuten pauzeren en om 11:45 verder gaan met het volgende onderdeel van het programma. En dat is een presentatie van Erik Jansen. Voor dit moment wil ik alvast de inleiders van harte danken die we vanochtend hebben gezien, de vragenstellers vanuit de praktijk en de diverse mensen die ons verder op de hoogte hebben gebracht van de achtergronden van regelbare drainage en sub-irrigatie. Dus even een korte koffiepauze. Om 11:45 gaan we verder met het online programma. En ik vraag jullie allen om gewoon in deze Zoom-sessie te blijven zitten, maar wel even je geluid uit te zetten en ook eventueel je beeld als je dat wilt. Tot over een kleine 10 minuten.
Goed. Goedemorgen allemaal. We hebben inmiddels denk ik allemaal een kop koffie gedronken. Dat was nodig na een intensieve ochtend al. We gaan verder met het programma van ons drainage symposium. Georganiseerd door STOA, NHV en Lumbricus. En we gaan verder met een presentatie van Erik Jansen. Wat kan het zand van het veen leren? Erik is innovatiemanager Veenweide bij het innovatiemanager bij het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld. Waar de eerste experimenten met drukdrainage in Veenweide zijn gedaan. En namens de STOA is die ook technisch manager van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. En in die hoedanigheid is zij ook hier. Erik, ik geef jou graag de gelegenheid voor jouw presentatie. En nee, ondanks het feit dat we 5 minuten langer hebben gepauzeerd, gaan er geen 5 minuten van jouw presentatie af. Dus ga je gang. Ja, dankjewel. Ik zal mijn presentatie delen. Hij is nu goed te zien, denk ik. Ja, prima. Mooi. Ga je gang. Ja, wat kan de stand van het veen leren? Misschien wat arrogante titel. Ik heb hem ook niet zelf bedacht. Maar eigenlijk is het, wat hebben we in het veen geleerd? En doe er in het zand je voordeel mee. Is maar even waarom we het in Veenweide over waterinfiltratiesystemen hebben. Want infiltratie is wel het hoofddoel. Hoe werkt het met veengrond? Veengrond is slecht doorlatend. Dat betekent dat de uitwisseling tussen het grondwater en de sloot beperkt is. In de winter is er een neerslagoverschot en hebben we te maken met een bolle grondwaterstand. In de zomer gaat het andersom. Dan staat de zon erop, dan is er verdamping, dan gebruikt het gewas water. Dat is de verdamping, de grondwaterstand zakt, zuurstof dringt de bodem in, er komt CO2 vrij en door die afvoer van koolstof zakt de bodem. Hoe werkt dat dan met die waterinfiltratiesystemen, onderwaterdrains, zoals het ook genoemd wordt? Die zorgen ervoor dat er kortsluitingen ontstaan tussen grondwater en sloot, waardoor de grondwaterstand dichter bij het slootpeil blijft. En het voordeel zit vooral in de zomer, want de meeste veenafbraak vindt onder hogere temperaturen in de zomer plaats. Je kan natuurlijk ook iets extra's doen. Dan kom je aan de geregelde systemen, dus drukdrainage, wat al eerder werd genoemd. Daarmee kan je actief de grondwaterstand omhoog brengen. Je kan hem ook actief omlaag brengen als je wilt draineren. Maar datzelfde kan je natuurlijk ook via het slootpeil doen. Als je slootpeil omhoog brengt en de drains zijn aangesloten op die sloot, ben je eigenlijk ook extra druk aan het opvoeren. Nu, waarom we het doen. In eerste instantie ging het vooral over het tegengaan van bodemdaling. De Nederlandse veenbodem daalt door veenafbraak ongeveer 1 centimeter per jaar. En als dat maar even vol houdt, dan zak je dus ook meters. Maar dat is nu wel verschoven naar het tegengaan van CO2-emissies vanwege het klimaatakkoord. Dus anders dan bij systemen op zand is het vaststellen van water in het veenweidegebied geen doel. Sterker nog, de vernatting vraagt extra water, omdat je met een vochtigere veenbodem het gras ook langer water kan blijven gebruiken en je meer verdamping hebt. Het kan ook nog voor overlast zorgen, want als je de veenbodem meer verzadigt en je zou ook nog eens de slootpeilen verhogen, dan neemt je bergingscapaciteit af. En met piekbuien, die we ook steeds vaker hebben, kan dat gebeuren. Er zijn neveneffecten van dit soort systemen op bedrijfsvoering, waterkwaliteit, biodiversiteit. Het is een complex verhaal. Het gaat dus niet alleen om dat ene doel. Als je iets met zo'n waterinfiltratiesysteem doet, dan heeft dat ook impact op andere factoren. En die andere factoren hebben ook een rol in de doelmatigheid. Verder heeft het klimaatakkoord het vraagstuk heel urgent en politiek gemaakt. 1 megaton reductie
van de jaarlijkse emissie in 2030 moet bereikt zijn, met daarna een hogere doelstelling nog. En er zijn ook alternatieven, zoals natte teelten, natuurontwikkeling, die ook allemaal hun voor- en nadelen hebben. Maar dan zijn ze wel gezorgd dat een waterinfiltratiesysteem onderdeel is geworden van een politieke discussie over de toekomst van de melkveehouderij in de Veenweide. En als iets politiek wordt, dan wordt ook de fact-finding belangrijk. Want dan worden er wel eens dingen gezegd die toch niet helemaal kloppen. Nou, wat zijn dan de lessen? Wat hebben wij geleerd? Zorg voor betrouwbare informatie. Dus als je iets zegt over die systemen, met al die effecten die daar omheen hangen, niet alleen de grondwaterstand, maar ook het watersysteem, bedrijfsvoering, biodiversiteit, dan moet je, en het is onderdeel van zo'n politieke discussie, dan moet je dat goed weten. Dus onderzoek naar de werking en het mechanistisch begrip, en dat geldt ook voor die andere maatregelen. Nou, wat is dan een les? In het verleden is er eigenlijk te beperkt onderzoek gedaan. Alleen naar het effect op grondwaterstanden, projecten van 2 jaar, waarbij meten aan de bodemdaling met alle krimp en zwel die dat mee gepaard gaat, is zinloos. Er zijn geen broeikasgasmetingen gedaan. Dus hier is sprake geweest van goedkoop is duurkoop. Gelukkig is dat nu opgelost. Wat Lodewijk ook al zei, er zijn diverse pilots in Nederland. G had er een paar op zijn kaartje staan, maar er zijn er echt nog veel meer. En er is een nationaal onderzoeksprogramma broeikasgassen Veenweide. En daar wordt door een heel onderzoeksconsortium van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten wordt er onderzocht wat emissies zijn uit de Nederlandse veenbodem, wat het effect is van de maatregelen, en door heel veel factoren en naar heel veel factoren te kijken, neemt ook het mechanistisch begrip toe en kan je beter voorspellen wat er gaat gebeuren als je maatregelen toepast in het hele Nederlandse veenweidegebied. Een andere les is leer van elkaar. G pleitte al voor een community of practice. Dat hebben we gedaan al eerder. Er is binnen het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waar ik ook voor werk, een deelexpeditie, zo wordt dat genoemd, rond die waterinfiltratiesystemen. Ik ben daar de trekker van en we hebben ook een factsheet daarover opgeleverd op basis van de ervaringen uit de praktijk. Nou, de site van het NKB kan dat allemaal vinden. Nog meer lessen. Nou, dat sluit heel mooi aan op dingen die Wiebe Boren ook al zei, en waar ik me helemaal in kan vinden. Zie het vraagstuk niet geïsoleerd van andere opgaven. Als je iets aan grondwaterstanden gaat doen, dan heeft dat ook invloed op bijvoorbeeld een stikstofdossier, op je biodiversiteit. Er kan invloed zijn op waterkwaliteit. Het heeft invloed op je waterbeschikbaarheid, zoals ik net al aangaf. Dus als je de vraag zou stellen van, is een waterinfiltratiesysteem voor de Veenweide een doos van Pandora of een panacee? Als je denkt dat het een doos van Pandora is, dan zal het een panacee blijken, omdat je op deze onderwerpen de mist in kan gaan. Dus bekijk het integraal, en als je dat doet, en ook nog combineert met andere maatregelen, mitigerende maatregelen, aanvullende maatregelen, kom ik zo op, dan gaat het richting panacee. In verband met die andere opgaven, al die andere effecten ook, zijn er vanuit dat broeikasgasonderzoek haalbaarheidsstudies uitgevoerd door verschillende adviesbureaus op verschillende aspecten. Om te in beeld te brengen van welke effecten zijn er nog meer als je met waterinfiltratie of andere maatregelen, dus ook voor die natte teelt en ook voor natuurontwikkeling, aan de gang gaat in de Veenweide. Wat zijn dan allemaal factoren waar die beïnvloed worden? Welke kennis hebben we erover en waar zitten de kennisleemtes? Als je dat weet, dan kan je ook op die neveneffecten door innoveren en ben je niet alleen met je techniek bezig. Dat is het risico van dit soort systemen. Dat die techniek is voor sommigen zo leuk dat je daarin blijft hangen. Een ander voordeel is, als je koppelt met andere doelen en winst weet te halen, maakt het dat ook makkelijker financierbaar en breng je die haalbaarheid dichterbij, is onze ervaring.
Nou ja, dan ook deze, zie infiltratie niet los van andere maatregelen. Ik heb het zelf nooit meer over onderwaterdrainage die aan de sloot is gekoppeld. Hè? Waterinfiltratiesysteem zonder het slootpijlbeheer te noemen. Want of je nu werkt met gefixeerde pijlen, dan is het slootpijl natuurlijk heel belangrijk van wat je grondwaterstand is. Maar flexibel pijlbeheer, meer dynamiek, kan natuurlijk ook helpen om de effectiviteit van je systeem te vergroten. En je kan kijken of je daarmee ook iets kan doen om je watervraag te mitigeren en meer water vast te houden. Andere maatregelen om veenafbraak tegen te gaan is klei in veen. Het vormen van een klei-humuscomplex door het inbrengen van kleideeltjes, waardoor de veenafbraak afneemt. Je kan die maatregelen natuurlijk ook combineren. Goed graslandbeheer zorgt ervoor dat de draagkracht die bij vernatting van veenweiden in het geding kan komen, minder een probleem is, omdat je een stevigere zoden krijgt. Dat hangt ook samen met de biodiversiteit in je grasland. Bedrijfsvoering kan je aanpassen. Nou, bij zand, hè, als je het hebt over klimaatadaptieve drainage, water vasthouden, je kan ook kijken aanvullend naar het vocht vasthoudend vermogen van je bodem. Dan ben je maatregelen aan het combineren. Ja, zei ik eigenlijk net al, kijk naar het doel en niet alleen naar de techniek. De techniek is een middel, maar niet meer dan dat. Dus je oplossing voor je vraagstuk moet een combinatie van gereedschappen zijn en de gereedschapskist met maatregelen die het effect kunnen bereiken wat je wilt halen. En misschien ook op andere doelen voor winst kunnen zorgen. Door niet alleen naar de techniek te kijken, zijn we met die drukdrainage ook weer een stap verder gegaan. Maar ja, inderdaad blijkt uit proeven dat je de grondwaterstand heel goed kan regelen met die drukdrainage. Zo strak als Wiebert zegt, van je kan strak op min 30 houden. Nou, dat valt in de praktijk ook nog wel tegen, want veen is heel heterogeen. Maar het werkt. Het werkt beter dan onderwaterdrainage. Maar als je dan doordenkt en de kwetsbaarheid van het systeem, zoals Lodewijk ook terecht zei, in de oogschouw neemt, dan kan je ook gaan kijken van kunnen we dan niet beter gaan sturen via het slootpeil. En dat gebeurt nu in ieder geval al in één polder, waar 300 hectare in het kader van de pilot in de onderwaterdrainage is gelegd en waar in samenspraak tussen boeren en waterschap in de zomer het slootpeil nog wat verder opgezet kan worden dan alleen het zomerpeil. Nou, dat is dan een doorontwikkeling waar wij denken van nou, door naar het doel te kijken en niet alleen naar de techniek, kom je misschien ook op andere oplossingen. En de laatste, ook eigenlijk weer in aansluiting op wat Lodewijk zei, zorg voor goede richtlijnen bij een nieuwe techniek. Nou, er komt een aparte Kiwa-richtlijn. Nou, die ligt nu ter commentaar en dat commentaar dat is er, dus die zal ook nog wel aangepast worden. En we weten ook dat die systemen voor waterinfiltratie in de veenweide nog in ontwikkeling zijn. Dus we hebben ook gezegd, we moeten die richtlijn wel blijven actualiseren. En naarmate er meer pilots komen, ontwikkelt de techniek zich door en kan je ook moet je ook weer je richtlijn actualiseren. En een advies daarbij is, want dat blijkt in de praktijk heel goed te werken, laat boeren mee ontwerpen. In de polder Spengen, waar Stichtse Rijnlanden samen met boeren een proef met drukdrainage heeft opgezet. Dus vroeg die boeren van, ja, en hoe moet die put er dan uitzien en wat voor pomp? En toen zei de projectleider van het waterschap, en dat zei ze, was heel verstandig van haar, dat is aan jullie. Het zijn jullie pompen, het zijn jullie putten. En jullie hebben er vast wel ideeën over, dus ga aan de gang. En dat hebben ze gedaan. Dat heeft heel veel varianten voor dat systeem opgeleverd, waar we op andere plekken in Nederland ook weer van leren. Dus dit zijn heel kort lessen die we in de veenweide hebben geleerd en waar je misschien in het zand ook je voordeel aan kan doen. Dat was het. Dankjewel Erik voor jouw presentatie, waaruit heel duidelijk blijkt dat in de veenweide het systeem wat je beschouwt een behoorlijk complex systeem is, waar het niet alleen gaat om water, kwantiteit en waterkwaliteit, maar ook over broeikasgassen, bodemdaling en dat dat allemaal onderling met elkaar verband houdt. Een complex systeem met andere woorden.
Dankjewel voor dit perspectief, dat ook heel mooi complementair is aan eerdere presentaties die we hebben gehad, die ook ingingen op onder andere de hogere zandgronden en de eerdere inleidende presentaties. Dat brengt ons langzaam maar zeker aan het einde van het ochtendprogramma, maar niet nadat wij een afsluitende discussie hebben gehad, waarbij we eens even aan de vragenstellers die we aan het begin van onze ochtend gehoord hebben vanuit de praktijk gaan vragen van of hun vragen geheel of gedeeltelijk beantwoord zijn naar aanleiding van de presentaties die we inmiddels gehad hebben. Dus ik zou heel graag even terug willen gaan naar de drie pitchers die we eerder op deze ochtend gehoord hebben, namelijk Har, Frenk en Twan Gielen en Wiebe Borre. Misschien eens beginnen met Har, als je er bent, Har, vanuit het perspectief van een waterbeheerder in Hoog-Nederland, zo gezegd. Je had zelf ook een aantal punten naar voren gebracht, vragen. Hebben de presentaties die we tot nog toe gezien hebben een antwoord opgeleverd waar je iets mee kunt, Har? Als je er bent. Volgens mij is Har er niet. Nou, als Har er niet is, dan gaan we naar Twan en of Wiebe. Ja, boeiende verhalen, sowieso. Zijn alle vragen. Ik ben natuurlijk zo vrij geweest om een stel vragen hard op te zetten. 1, 2, 3, 4. Zijn die één voor één beantwoord? Nee, nog niet. Dat zou ook heel knap zijn als er in een symposium letterlijk op een bordje wordt aangereikt. Waar ik wel heel blij mee ben en wat ik ook eigenlijk ook wel wist vanuit de contacten met de waterbeheerders, is dat er heel veel aandacht is voor de vragen die we hier stellen. Dus ik ben blij dat dit symposium gehouden is. Ja, er is veel aandacht. Ik heb een paar mooie links naar rapporten en literatuur gezien waar ik even in wil duiken. Kun je één concreet voorbeeld noemen, Twan, waarvan je zegt van hé, wacht even, dit is iets wat ik me vanochtend nog niet realiseerde, wat bij mij nu wel ineens wat ik helder voor ogen heb? Ik gaf een paar voorbeelden van hoe dingen al gedaan werden. Ik denk van, hé, dat is een nieuw haakje wat ik nog niet eerder gezien had. Dus terugwaarder in mijn aantekeningen, welke precies was. Maar hij triggerde me wel een paar keer van, dat is mooi. Dat is, daar kan ik echt wel iets mee doen. Dankjewel voor nu, Twan. Ik kom zo bij je terug. Misschien eerst even ook Wiebe vragen. Wiebe, jij had natuurlijk een andere bril op, zoals je vanochtend ook al aangaf. En je hebt waarschijnlijk ook met een andere bril naar de presentaties gekeken die we later op de ochtend hebben gezien. Wat is jouw reactie tot nog toe, ook aanhakend op de punten die je zelf naar voren bracht eerder vanochtend? Ik vond sowieso ook heel interessante verhalen, dus dank alle sprekers daarvoor. Ik heb natuurlijk nog steeds de natuurbril op, dat klopt. Maar ik ben ook wel aangenaam verrast, ook wel dat er vrij veel aandacht is wel voor hoe dat nou zit met het hele watersysteem waar het in zit. De aandacht die toch uit een aantal presentaties spreekt, en er moeten nog heel veel antwoorden gevonden worden volgens mij, maar er is in ieder geval heel veel aandacht voor. Hoe zit dat nou met, waar haal je het water vandaan voor die infiltratiesystemen? Hoe past eigenlijk een lokale oplossing in de regionale waterhuishouding? Ik zeg nog niet of daar nou een antwoord uitkomt waar ik natuurlijk als natuurbeheerder heel blij van word. Of juist heel verdrietig, dat weet ik niet. Maar er is in ieder geval genoeg aandacht. Dus daar ben ik wel door verrast. Dankjewel, Wiebe. En dat is eigenlijk ook wat ik bij Twan een beetje beproef. Hè? Dat er aan de diverse aspecten die jullie eerder vanochtend ter sprake hebben gebracht. En dat geldt in feite ook voor de punten die Har naar voren heeft gebracht. In ieder geval door de gemeenschap aandacht wordt besteed. En dat zaken ook in ieder geval wat integraler beschouwd worden dan we wellicht vanochtend dachten. En dat is denk ik zeker een positieve conclusie. Twan, ik onderbrak jou zo net even omdat ik Wiebe ook het woord wilde geven. Had jij inmiddels nog andere punten waar je zegt van hé, dit is echt iets wat me de goede weg op helpt vanuit het perspectief van de landbouw bijvoorbeeld?
Nou ja, je vroeg me net van een voorbeeld van wat me triggerde bij Lodewijk. En ik moest even opzoeken. Het Easy Flow. Weet ik dat er op dit moment een vraag ligt van mijn bestuurder. Om hoeveel water gaat het eigenlijk? Kunnen we meten wat er nou in zo'n drainage in en uit loopt? En ja, daar wordt ook naar gekeken om daar iets mee te doen. Maar als er een meetapparaat al is, ja, fantastisch. Daar ben ik gewoon heel blij mee. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar een aantal posterpresentaties zometeen. Die zitten ook op het goede spoor waar we zowel landbouw als natuur iets mee kunnen, denk ik. Ja. Dankjewel. En hebben jullie, Twan en of Wiebe, nog vragen eigenlijk richting de presentatoren van de tweede helft van de ochtend? Die hadden jullie uiteraard nog niet gezien op het moment dat jullie vragenlijstjes opstelden. Zijn er nog nieuwe vragen komen opborrelen van jullie zeggen van hey, er zijn bepaalde zaken nog niet duidelijk of besteed hier nog meer aandacht aan? Zouden jullie daar nog even kort op willen reflecteren? Wiebe bijvoorbeeld? Nou, er werd in de chat al wat gediscussieerd over waterkwaliteit. En dat kwam ook een paar keer ter sprake in de presentaties, ook vanuit KWR volgens mij. Dat is denk ik wel een onderwerp waar we nog eens heel goed naar moeten kijken. Want als we het hebben over infiltratie, het kwantiteitsaspect in de waterhuishouding is heel belangrijk, maar die kwaliteit ook. Want we zien ook wel dat de watersamenstelling erdoor kan veranderen. En vanuit de natuurbril, zeg maar, kan dat wel impact hebben. Dus ik zou daar graag nog wel wat meer van willen weten. En het geldt overigens ook voor waterkwaliteit in de veenweidegebieden. Hans Mankoor, die mailde me net al een rapport door dat het allemaal meevalt in de veenweidegebieden. Dus nou ja, dat ga ik even bestuderen. Omdat er ook wel signalen zijn dat slechtere waterkwaliteit tot verhoogde veenafbraak kan leiden. Dus nou ja, dat heeft wel consequenties voor hoe je dan zo'n infiltratiesysteem inzet. Het waterkwaliteitsaspect, met andere woorden, verdient ook aandacht. Werd terecht ook opgemerkt in de chat en dat omarm jij, Wiebe, blijkt. Twan, had jij daar nog zaken aan toe te voegen? Altijd. Hè. Dus, terecht opmerking van Wiebe. In de chat staan een aantal hele goede vragen. De discussie is mooi om te volgen. Eentje die ik eruit wil plukken is inderdaad of subirrigatie die gebruikt kan worden om grondwater aan te vullen in de hoge zandgronden. Daar wordt nu actief naar gekeken wat de mogelijkheden zijn. We hebben een aantal wateraanvoersystemen in het Limburgse. En dat wordt in de regels 's winters stilgezet. Maar wat let ons om dat te gebruiken om water alvast te parkeren onder de percelen? Ja, daar wordt nu naar gekeken en dat vind ik een hele mooie. Dus waterkwaliteit heel belangrijk. Voor ons op de hoge zandgronden is waterkwantiteit natuurlijk ook belangrijk. Ook bijvoorbeeld om met een verhoogd grondwaterpeil kweldruk te kunnen geven om onze natte natuurparels te beschermen. Dus in die zin, het is een spannend gebied in die bufferzone. Kwaliteit is belangrijk, maar ja, vooralsnog kunnen we technisch nog wat dingen doen. Wellicht als een tussenstap naar een bredere transitie. Maar ja, je moet ergens beginnen. En ik denk dat we goed bezig zijn nu. Ja, dank jullie wel, Twan en Wiebe, voor jullie eerste reacties. Dan wilde ik even terug naar de inleiders van de tweede helft van de ochtend. Dus Lodewijk en Ruud en G. En ook Erik, om even bij hun te polsen van of naar aanleiding van deze eerste reacties van de mensen vanuit de praktijk, vanuit de landbouw, vanuit het waterbeheer en vanuit het natuurperspectief jullie nog eigenlijk nieuwe aanmoedigingen zien om andere wegen in te slaan of de wegen die jullie al eerder zijn ingeslagen verder te bewandelen. Dus ik weet niet of Lodewijk, Ruud en G en Erik nog aanwezig zijn. Nou, dan zou ik een van hun vieren graag even het woord willen geven. Ik ben er nog wel. Weet niet of je mij... Ja, ik hoor je. Ja, kun je me horen? Nou, ik ben blij verrast door wat ik ook allemaal gehoord heb. Natuurlijk ook van de andere inleiders, maar zeker van de mensen die vanochtend natuurlijk hebben gesproken over wat de vragen zijn. Je hebt de neiging om te veel vanuit je eigen perspectief te redeneren, maar er is natuurlijk
veel aan de hand en meer dan ik eigenlijk had verwacht. Meer pilots ook. En de vragen die we nu hebben, die worden eigenlijk steeds belangrijker. En ik denk ook dat we dus een hele goede start hebben vandaag. Wat ik ook hoopte natuurlijk. Wat G ook op heeft gewezen. Laten we nou proberen zo'n community of practice om dat meer handen en voeten te geven. Het mooie voorbeeld ook van... ik geloof dat jij dat vertelde, Remco, dat iemand die boeren begeleidde en die boeren die vroegen wat moeten we nou voor pompsysteem gaan aanleggen en dat ze toen zei van ja, maar ga het zelf maar doen en ga zelf maar met voorstellen komen. Nou, ik denk dat we dus eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten en dat de drempel om weer wat meer met elkaar te praten en dan ook samen oplossingen te werken, behoorlijk verlaagd is. En dus in die zin, het is voor mij nu al een succes, als ik kijk naar de reacties. Dankjewel Lodewijk, voor jouw eerste reactie. Overigens was dat Erik Jansen die met dat... dat was Erik Van de boeren die zelf inderdaad daar actief in moesten besluiten. Even naar de onderste helft van mijn beeldscherm, althans naar Ruud en G. Jullie reacties ook naar aanleiding van de discussie zojuist met de vragenstellers van eerder op de ochtend, Ruud? Ik ben heel blij dat die waterkwaliteit ook naar voren komt. En ik denk ook wel, we doen natuurlijk al samen met het waterschap Vechtstroom al een aantal jaren die proef in Haaksbergen, hè, waar gezuiverd restwater wordt gebruikt. Dat is natuurlijk een hartstikke spannende proef, maar we leren daar wel heel veel van. Hè. Dominique die heeft daar die poster over. Dat is eigenlijk worst case waterkwaliteit die je kunt gebruiken. Maar we realiseren ons vaak niet zo goed dat we indirect dat water ook weer gebruiken via het oppervlaktewater. Er wordt mee berekend en nu wordt dat al ingezet voor subirrigatie onder andere. En denk je wel, verrek, is die waterkwaliteit wel goed genoeg voor de grondwaterbescherming, maar ook stoppen. En dan moet je dus aan de voorkant heel goed in beeld hebben. Ander wat ik nog wel wil benadrukken, hè, we hebben nu ook wat gezegd, hoeveel water is er nou nodig? Hè? Dus dat kunnen we meten en reproduceren met modellen. Maar denk ik wel nog een slag te winnen is dat we nu gebruiken we eigenlijk die subirrigatiesystemen nog op een redelijk domme manier. We zetten in het groeiseizoen de kraan open en houden die grondwaterstand nog op peil. Nou, ik denk dat er nog veel te winnen is om dat slimmer te doen. We hebben ook wat scenario's doorgerekend. Wat als je nu in de winter ook subirrigeert? Hoe lang heb je daar in het groeiseizoen profijt van? Maar ook moet je continu water aanvoeren of kan het een week wel, twee weken niet? Nou, hoeveel kun je daarmee winnen? Dus ik denk dat we moeten ons ook niet blind staren op de huidige getallen met deze proeven. Maar ik denk als we, ja, zeker als we in zo'n community of practice hierover na kunnen denken en dan over die regionale inpassing. En dan kunnen we ook werken aan de verantwoorde inpassing van die systemen. En volgens mij kunnen we dan gaandeweg ook al die vragen beantwoorden. Ik denk dat er veelal wel ligt, maar daar komen we graag nog op terug. Mag ik dom ook vertalen als naïef, Ruud? Tot nu toe gebruiken wij die proeven zijn ingezet geweest om beeld te krijgen van wat kan er. Hè? En nu weet je wat het kan. Dan zou ik zeggen, van nu moet je als je verder gaat, moet je ook gaan zorgen dat je die aansturing van die systemen vanaf het begin ook in gaat passen met die regionale waterbeschikbaarheid. Hè? Dus niet alles kan overal. Dus het blijft wel echt maatwerk. Ja. Ik denk dat jij je daar ook in kan vinden in deze suggestie van Ruud. Ja, dat bijna opgemerkt. Kijk, we zitten ook, Erik noemde het terecht, de regelbare drainage met subirrigatie, dat is een middel om doelen te bereiken. Maar natuurlijk moeten we ook af en toe innoveren op de techniek en op het middel. Hè, zoals nu Ruud terecht aangeeft, die pompsturing ook, die slimmere of meer efficiënte misschien water aanvoer. En afgelopen jaar hebben we gewoon ook worst case gewoon proeven gedaan om ook te zien wat dan een hele slootwater aan effect heeft bijspreken. En dan gaan we weer meer de nuance in. Dus we itereren ook bewust voort in plaats van naïef, even voor de lol. Dus goed, maar een stukje ontwikkeling in die techniek is nodig. Het blijft een middel, daar moeten we ons bewust van zijn. Aan de andere kant, als techniek ervoor zorgt dat we ook inclusief een deel monitoring ervoor zorgen dat de sturing helder is en de effecten helder worden, helderder dan nu, omdat we meer gebaseerd zijn op metingen, dan denk ik wel dat de discussie ook helderder wordt. Dus dan doen we een beetje meer een effect finding, waar Erik ook voor pleit, a priori. Dus zorg ervoor dat je registreert en dat je meet. Dat is ook goed voor je eigen bewustzijn, maar ook goed voor de buitenwereld. En laten we zeggen, ook een schriftelijke verslaglegging daarvan. Hè, zoals jij eerder ook in jouw presentatie aangaf, G, van eigenlijk ontbreekt er nog een heel gedegen handboek, om het zo maar eens te zeggen.
zou daar mogelijk ook een bijdrage aan kunnen leveren. Hè? Om, laten we zeggen, gewoon de feiten helder op papier te krijgen en de do's en don'ts en dat in integraal perspectief bezien, zeg maar, zoals ook eerder benoemd deze ochtend. Ja, en wat daar bijvoorbeeld een voorbeeld is, een illustratie. We hebben dus een aantal jaren nu gewerkt met een aantal melkveehouders in Stegeren. En die zijn er dus achter, die hebben nu oprecht en bewust aandacht voor hun grondwater onder hun perceel, omdat ze af en toe een pijlklokje in hun buis hangen. Zo simpel kan het zijn. Dus waar de gemiddelde melkveehouder niet zozeer denkt aan een grondwaterstand of misschien aan zijn bodem, zie je nu die mensen actief geïnteresseerd in, hey, hoe hoog is het grondwater eigenlijk nu? Wat gebeurt er? Ja, en dat hoort ook bij zo'n manual thuis. Die zal ook ervoor zorgen, omdat daar een stukje monitoring in zit, dat het bewustzijn sterk wordt vergroot. En daar zit een van de sleutels tot succes, denk ik. Top, dankjewel. G, ik zie dat Lodewijk zijn hand opsteekt, maar ik wil heel even kijken of Erik nog aan boord is. En zo ja, even horen wat zijn perspectief is. Ik ben er nog. Ja, ga je maar aan. Ik herken heel veel van de vragen en kan me ook maar alleen maar aansluiten bij de opmerking van G. Maak de boeren bewust van de grondwaterstand, want dat leidt tot heel andere handelen. Voor de veenweide denk ik eigenlijk dat de grootste opgave is het watersysteem. De combinatie van de regionale adaptatiestrategieën en hoe je met het tegengaan van veenafbraak omgaat, dat is nog een hele lastige puzzel. Want om het nog wat complexer te maken, als het water er niet is en grondwaterstanden dalen, en waar je dan nu misschien naar natte teelt of natuurontwikkeling gaat en dat valt droog, dan kan dat gepaard gaan met methaanemissies. Als het dan weer nat wordt, dan krijg je lachgasemissies. Als je het hebt over dozen van Pandora, dan zitten er daar ook nog wel een paar. Dus de angel zit in het spannende stuk. Misschien ook de oplossing zit in anders omgaan met het watersysteem. In combinatie dan met technieken en andere maatregelen. Dankjewel, Erik. Lodewijk, aan jou even het laatste woord in dit blokje. Nou, misschien even heel kort nog waar ik ook nog wel aandacht voor graag zou willen hebben vanmiddag. Wat ik ook wel zei, van hoe organiseer je het nou? Wie is nou uiteindelijk verantwoordelijk om, als de systemen er één keer zijn, en die zijn dan redelijk uitontwikkeld, die werken redelijk goed, wie is er dan verantwoordelijk voor dat dat ook zo blijft? Ik heb heel wat pilots ook gedaan de afgelopen 10, 15 jaar. Er kan natuurlijk heel veel. En je kunt ook, het is ook heel belangrijk om ervaring op te doen en kennis te vermeerderen om te zien wat er kan. Maar dan heb ik helaas te vaak meegemaakt dat als je dat dan had gedaan en je wist het, dat, en je ging uitrekenen wat kost het nou om dat in de praktijk te doen, dat het allemaal veel te duur was. En dat uiteindelijk de kennis die je had opgedaan, dat daar dan te weinig mee werd gedaan. Dus daarom heb ik ook al gezegd van kijk nou ook, terwijl je dat onderzoek, die pilots doet, wees je vanaf het begin bewust van ja, waar gaat dit op uitdraaien? Hoe duurzaam is het en wat zou het mij op lange termijn ook gaan kosten? Ik denk dat dus, hoe organiseer je het en wie staat er aan de lat voor bepaalde zaken en wat voor prijskaartje hangt eraan? Zou ik vanmiddag ook wel graag nog wel even ter discussie willen hebben. Ja, dankjewel Lodewijk voor het toevoegen ook van dit economische aspect van het hele verhaal. Heel nuttig, denk ik. Nou, daarmee komen we aan het einde van het ochtendprogramma. Dank jullie wel G en Ruud en Lodewijk en Erik voor jullie bijdrage hier en zojuist ook uiteraard Har en de anderen van de vragenstellers vanuit de praktijk voor deze boeiende discussie. Ook dank aan alle andere deelnemers voor het actieve gebruik van de chat. Heel erg nuttig, ook inspirerend voor mijzelf, de organisatoren en ook de andere deelnemers. Dat brengt ons zoals gezegd aan het einde van het ochtendprogramma en staat nu de lunch op het programma. Nou, daar zullen jullie allemaal zelf voor moeten zorgen, maar dat zijn we inmiddels gewend na een klein jaar online werken. We gaan zo dadelijk tijdens die lunchpauze ook de gelegenheid krijgen om posters te bekijken. Alleen,
Daar is een kleine uitdaging, kleine technische uitdaging die zich voor heeft gedaan. En dat is het feit dat het lastig, zo niet onmogelijk blijkt te zijn, om in de Zoom-sessie gebruik te gaan maken van de breakout rooms. Daar heeft Jeroen, onze technische collega, melding van gemaakt via een kleine appgroep waar wij in zitten. Dus ik zou eigenlijk willen vragen, Jeroen de Bruin van de Waterprof, van de technische ondersteuning zo gezegd. Jeroen, ben jij hierbij? En zo ja, zou jij even kort kunnen toelichten wat we nu gaan doen en wat we eventueel niet gaan doen? Hoi Remco, ja, dankjewel. Ja, het is inderdaad in deze sessie lastig om in breakout rooms te komen. Waarom is mij ook een grote vraag. Maar de meest simpele oplossing is, we gaan deze afsluiten en ik stuur jullie binnen 10 minuten een nieuwe link toe. Ik heb de deelnemerslijst, dus ik weet, ik ken al jullie e-mailadressen en daar verschijnt straks een nieuwe link in waar jullie dan meteen weer in kunnen komen. En even voor alle duidelijkheid, Jeroen, in die nieuwe link bestaat wel de mogelijkheid van die breakout rooms. Ja, daar gaan we voor zorgen. Duidelijk. Nou, dat klinkt als heel positief. Dus dit is heel duidelijk. Is een kleine hiccup, zoals dat in slecht Nederlands heet, met de huidige Zoom-sessie. Breakout rooms zijn niet mogelijk. Dus aan iedereen het verzoek om deze sessie zo dadelijk gewoon af te sluiten. Jullie ontvangen allemaal via de mail een nieuwe Zoom-link. Open die Zoom-link.